Zo jongens, welkom bij weer een nieuwe livestream hier op YouTube. Ben je er klaar voor? Heb je er zin in? Ram dan natuurlijk keihard op die like-knop, want we gaan weer een avondje racen in GTA 5. En ga even plassen. Pak wat eten. Pak wat drinken. En dan gaan we proberen om jullie vandaag een DNF te geven. Dus welkom al bij de stream. En we beginnen in enkele ogenblikken. Ik kan zeggen wat je wil, maar dat is een lekker nummertje om mee te beginnen. Dus ik hoop dat jullie er allemaal zin in hebben, jongens. Want welkom bij weer een nieuwe livestream op de vrijdag. Oftewel, dit is GTA Vrijdag. En we gaan weer heel veel races racen. We gaan weer heel veel lol beleven. En ik hoop dat jullie er allemaal zin in hebben. Heb je er zin in? Ram er natuurlijk kaart op lijkt op, zou ik super gaaf vinden. Dank jullie wel voor het intro, dank jullie wel voor de support. En ik zeg ook alvast, geniet van jullie weekendje. Want het weekend staat weer voor de deur. Dus heel veel plezier met hetgene wat je gaat doen. En ik hoop dat het deze avond de stream kijken is. Want er staan weer heel veel leuke races op ons te wachten. Dus we gaan even kijken wie er allemaal bij is. Want Mitch, welkom bij de stream. Kimaikato, welkom bij de stream. Kapitein Zeppels, welkom bij de stream. Hidde, welkom bij de stream. Raymond, welkom bij de stream. Succes met werken. Marco, welkom bij de stream. SN, welkom bij de stream. Mike Smit, welkom bij de stream. Emily, welkom bij de stream. Kas, welkom bij de stream. Dietrover, welkom bij de stream. Thomas Murks, welkom bij de stream. Rick, welkom bij de stream. Mareus, welkom bij de stream. Donkey Shots, welkom bij de stream. Lief, welkom bij de stream. Gamer, welkom bij de stream. Jordi, welkom bij de stream. Kevin, welkom bij de stream. Sven, welkom bij de stream. Sven, ik heb een race van jou tussen de playlist staan. Dus we gaan vandaag weer genieten van een race van je, jongen. Juri, welkom bij de stream. Youssef, welkom bij de stream. Rick, welkom bij de stream. Jules, welkom bij de stream. Ennis, welkom bij de stream. Brenta, Adam, Rohan, Bloemzak, Tobias, Marco, Jos, Nielske, Julette, Dylan, Justin, Yannick, Lars, Maurice, Jonas, Roetje, Donkey, Teun, Jay, Bjorn, Ariel, Kwiksla. Dat spreek ik helemaal verkeerd uit, maar ik heb mijn best erop gedaan. Anoniempje, welkom bij de stream. Juri, welkom bij de stream. Daniel, welkom bij de stream. Monique, welkom bij de stream. Adam, welkom bij de stream. The God Gamer, welkom bij de stream. Jens, welkom bij de stream. Ruben, welkom bij de stream. Justin, welkom bij de stream. En nog heel, heel veel anderen. Ik kan helaas niet iedereen oplezen, maar leuk dat jullie allemaal bij zijn, jongens. I appreciate it. Super gaaf voor jullie. En wat ik ga doen, is ik ga ook gewoon meteen beginnen met de races. We hebben geen geduld vandaag. We gaan gewoon meteen hopsakee de playlist in. Mocht je nu mee willen racen en je speelt op de PlayStation 4 versie van GTA 5. Niet op de PlayStation 5 versie, niet op de Xbox versie en niet op de PC versie. Op de PlayStation 4 versie, dan kan je meedoen. Het enige wat je hoeft te doen is de crew te joinen hier als ik die opnames. En dan kan je gewoon wachten op een invite. Zo simpel is het. Dus kijkers kunnen gewoon meedoen. Mike die speelt ook mee. Rijn doet misschien later op de avond nog mee. Misschien komen er nog andere mensen meedoen. Maar jullie kunnen in ieder geval allemaal lekker meeracen. Dus kom er ook gezellig bij. Ik ga meteen eventjes Mike inviten voor de sessie. Want dan weet ik zeker dat hij erin zit. Ik zal Hidde ook meteen inviten, want ik zie hem namelijk online staan. Dus je hebt geluk, Hidde. En Mike, die krijgt hem ook zijn kant op gestuurd. Yo, Jan, yo, Jaden van Egmond. Welkom bij de stream, man. Hoe gaat hij met je, Jan? Hij gaat serieus goed met me. Alleen, ik moet je zeggen, ik ben super moe op dit moment. Want ik was al om 6:30 wakker. Dus ik heb echt maar een paar uur geslapen. En gisteren heb ik ook maar een paar uur geslapen. Dus ik ben serieus moe. Alleen, ik dacht, weet je, waar krijgen we energie van? Van jullie. Dus ik dacht, we zetten gewoon de stream aan. We gaan gewoon een paar uurtjes racen. En dan komt de energie vanzelf weer terug. Dus het komt verder helemaal goed.
Er was nog iemand die een super chat had achtergelaten. Namelijk Aaron van Dijken met een 2 euro super chat. En hij zegt erbij: een hele goede avond allemaal. Hey Aaron, een hele goede avond jongen. Dankjewel voor je 2 euro donatie. En geniet lekker van de stream man. Dankjewel, dankjewel voor je support natuurlijk. We gaan eens even kijken. Mijn crewmembers. Zijn jullie al opgestart jongens? Ik ben wel namelijk heel erg snel vandaag. En daar kwam de donatie ook in beeld. Ik was te vroeg, Aaron, sorry. Hij komt nu pas in beeld. Ik was er serieus te vroeg mee. Ja, je ziet er wel heel goed uit. Ben je nou weer aan het sporten? Ik ben een beetje aan het sporten, maar dat doe ik allemaal nog thuis. Want ik heb thuis gewoon een home trainer. Ik heb een roeimachine, ik heb een loopband die ik nog steeds uit de verpakking moet halen. Maar ik heb hem wel. Dus ik ben thuis wel een beetje aan het sporten. Ik ben nu 10 kilo afgevallen. Maar aankomende maandag heb ik een gesprek met iemand. Dus dan gaan we even kijken hoe we het verder kunnen opbouwen. En de sessie start automatisch. Oké, dit was wel echt serieus mijn schuld. Dus vanaf maandag moet ik aan de bak. Daar kan ik er niks meer aan veranderen. Dan heb ik geen keuze meer. Dan moeten we toch echt erbij gaan sporten. Maar ja, de eerste 10 kilo is eraf. Dus ja, de volgende 10 kilo die moet er nu ook nog af. Ja, sorry jongens. De eerste race start al. Hij startte namelijk automatisch. Goedendag Mikey Boy. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Hoe gaat ie met je, jongen? Ja, goed. Ja? Weet je het heel zeker? Ja. Ja. Oké, oké. Ik kan je zeggen, de playlist is per ongeluk automatisch gestart. Ja, dat had ik net al door. Ja, nee, maakt niet uit. Iedereen moest toch nog opstarten. Dus dit is even onze income ratio, ja? Dat vind ik wel een strak plan, ja. Namelijk. Zijn income ratio ook. En er race ook iemand mee die we niet eens kennen. Dus, random guy, ik weet ja, niet. Random iemand. Die is gewoon random die sessie gezogen. Niemand weet wie het is, niemand weet waar die vandaan komt. Maar dat maakt allemaal niet uit. Komt helemaal goed. Goed bezig, Jantje. Dankjewel, Mick. Welkom ook bij de stream, jongen. Nou, ik ben al gecrashed. Ja, dit is een beetje slecht van je, hoor, Mike. Ja, ik kom race, hè. Ja, ja, daarom. Nu mag het nog, nu mag het nog. Wat heb je vandaag allemaal gedaan, bro? Ja, school gehad en voor de rest niet zoveel, eigenlijk. Ik heb een lekker ditje gedaan. Oh, echt? Vanmiddag? Ja, vanmiddag eventjes. Oh, lekker man. Nou, dat is wel echt relaxed. Ik was om 6:30 was ik wakker. Toen dacht ik, kom op Jan, je kan nog slapen, je kan nog slapen. Maar dat lukte niet meer. Maar dat lukte niet. Nee, en om 8:00 stonden de tuinmannen aan de deur. Want ja, het begint weer warm te worden. Dus ik moest even bespreken hoe en wat. Dus ik was een keer op tijd voor ze. Ja, dat is ook voor het eerst. Ja, ze zeiden nog, ja, we waren al begonnen, maar meestal ben je pas veel later er. Ik zei, ja, ik was deze keer wakker, dus jullie hebben geluk. Dus ze waren helemaal verbaasd dat ik al in de achtertuin stond. Maar is alleen maar goed, het is wel een vette race. Ja, ik zit onderzoek even kijk uit voor de exit. Alles werkt ook. Niet te hoog bij de exit. Ja. Oh, je bent er al uit, nice. Lekker, lekker. De crew heet Jaraski Opnames. Niet Jaraski Opnames 1, niet Jaraski Opnames 2, niet Jaraski Opname. Jaraski Opnames aan elkaar in het Nederlands. Precies zoals je het zegt. Althans, Jaraski schrijf je niet precies zoals je zegt. Want ik heb nog steeds heel veel mensen die Jaraski met een IE op het einde schrijven. Ja, dat raf dus hier voorbij komen. Ja, ik heb dat zo vaak gehad. Ik was zelfs een keer voor een bedrijf ergens, stond er op een kaartje Jaraski met IE. Ja, eigenlijk mocht ik niet naar binnen. Nou, kan gebeuren toch. Je hebt ook heel vaak de sturende mail. En dan typ je... Oh nee, nu heb ik hetzelfde randje die jij net had in de eerste lap. Oh, heerlijk. Ik crasht ook hier. Ja, wauw. Maar je hebt ook heel vaak de stuurende mail of zo. En dan typ je per ongeluk de verkeerde naam. of je spelt het verkeerd. Maar... Kan gebeuren. Ja, daarom. Niet overal boos om worden in het leven. Daar heb je niks aan. Nee. Hebben jullie geen game sounds? Oh, hij staat een beetje zacht. Ik kan hem harder zetten hoor, als jullie het geluid harder willen hebben. We kunnen alles regelen. Als het om de game gaat. Maar wel een goede eerste income race hoor, Jan. Ja, dit is even practice. Ja. Je staat wel meteen weer eerste jij natuurlijk. Omdat ik één foutje maakte ook. Ja, ik maakte ook één foutje. Ja, ja, maar jij... Aan het begin, maar... Ja, daar gaan we het niet over hebben. Ik heb ook één foutje gemaakt. Nee, dat ook één foutje. Ja, maar jij rijdt er al altijd van door. Dat is het stomme eraan. Nou, ik heb hem hoor. Ja. Goed income race dit. Hoppa. Yo, Nicolas. Welkom bij de stream, jongen. Welkom, welkom. Had je de challenge voor vanavond al uitgelegd aan de kijkers? Oh nee, dat moest ik nog doen inderdaad. Wil jij hem uitleggen?
Ja, is goed. Oké, okay, er komt. Let even goed naar Mike luisteren, jongens. Hij gaat proberen uit te leggen. Een duidelijke, heldere uitleg, jongens. Bij Mike is uitleggen wel een beetje lastig, dus werk wel een beetje met hem mee. Maar daar komt hij. Oké, Mike, doe je ding. Nee, bij de 750 likes op de stream, dan gaan we een trollrace doen. Ja. En bij de 1500, dus doen we keer 2 dan, gaan we een moeilijke race doen. En dan bij de 2250 doen we weer een trollrace. Ja, maar het moet wel live gehaald worden. Want anders kunnen we natuurlijk ook niet live spelen. Dus 750 likes en jullie krijgen een trollrace. 1500 likes en jullie krijgen een onmogelijke race, dus haakjes. En zo kunnen we het steeds bij optellen. Dus jullie weten wat je moet doen. Nee, face-to-face, Jan? Nee, ik heb echt geen energie voor een face-to-face met 30 man. Nee, niet bij de 3000 likes? Nou, oké, dat gaan we toch niet halen, dus dat scheelt. Weet je, dat... Je weet me nooit. Ja, nou, daar durf ik wel een weddenschap over te doen. 3000 gaan we niet live halen, dus... 3000 likes en face-to-face. Ik heb het gezegd, nu kan ik er niet meer onderuit. Bjorn, dankjewel voor je gloednieuwe lidmaatschap. Super gaaf van je, Bjorn. Geniet van je emoticons in de chat. En geniet natuurlijk ook van je emoticon bij je naam. En heel erg bedankt voor je support, Bjorn. Lucas Gaming die had nog een 2 euro supertext achtergelaten. En hij zegt erbij, hey Jan, wanneer weer een Apex video? Hij bedoelt Apex Legends. Maar ik speel op dit moment geen Apex Legends meer. Misschien dat ik het in de toekomst ooit nog ga spelen. Maar... dat weet ik niet. En dat weten jullie dus ook niet. Dus ja, ik heb geen idee. Dankjewel Lucas voor je 2 euro supertanks, jongen. Ik zou ook heel snel even kijkers gaan inviten. Kijk, de Join-O mensen, nice. Dus let goed op, jongens. Ik invite nu de crew voor de mensen die online zijn. En als die vol zit met 30 man, dan zit die vol. Dus iedereen krijgt een invite. Zijn kant opgestuurd. Uh-oh. Als hij niet vastloopt dan. Oké, nice. Komt hij aan. Ik zal de tijd ook nog even verlengen. Nicolas Jointal, Sjaakis Jointal, Bloemzak Jointal. Zit vanzelf vol. Lorenz Kleijs, als ik hem goed uitspreek, die heeft ook nog een 2 euro supertext achtergelaten. En hij zegt erbij, mijn vriendin en ik houden van je GTA gameplay. Hey Lorenz, shout-out naar jou. Shout-out naar je vriendin. Ga lekker met z'n 2 onder het dekentje liggen. En ga lekker genieten. Van elkaar, maar ook van mijn video's. Dat klinkt als muziek in mijn oren. Kijk. Hey, dankjewel voor je support, jongen. En Bjorn Streep, die net lid was geworden, die had ook nog 2 euro achtergelaten. En die zegt, nou, omdat het kan, doe zo verder, topper. Hey Bjorn, gaan we zeker weten doen, jongen. Dankjewel nog voor je extra 2 euro supertanks. Dankjewel voor je support, man. Dankjewel. Wat gebeurt er aan je tuin, Jan? Onkruid weghalen. Moet ook gebeuren. Het is weer zomer, hè? Dan groeit het weer als een spier, jongen. Dat is echt niet normaal. Ik ga ook even snel kijken, want ik had iemand nog een bericht gestuurd. Maar die heeft geen antwoord gegeven. Oké, top. Zo. Ik heb al mijn meldingen uitstaan, dus ik weet ook niet wanneer iemand antwoordt op mijn bericht. Dat is echt stom. Mogen de honden in beeld? Er is op dit moment geen hond hier in mijn huis. Behalve ikzelf. Dus ja, je hebt er al één in beeld. Ik hoor af en toe wat raar geluid bij jou, maar ben je zelf dus. Moet jij zeggen nou, hè? Ik zei vandaag al, want we gaan binnenkort weer afspreken met z'n allen. Ik zei al, als ik even rust nodig heb, dan zet ik gewoon Mario Party op de tv aan. Of zet ik gewoon Baby Shark aan. En dan vermaakt die Mike en die Angelo zichzelf wel. Joh. Dan kan ik even mijn rust pakken. Dat heb ik soms wel nodig bij jullie. We gaan ook nog met z'n allen op vakantie. Dus dan moet ik ook wel mijn rustmomentjes pakken. Dat wordt niet goed, hè? Nee, jij wordt niet goed dan, ja! Nee. Lekker jezelf zijn, toch? Is dat soms ook een beetje een rare zelf. Maar dat mag allemaal. Iedereen zijn ding, Mike. Iedereen zijn ding. Hopen ze over de muur. Jij ook. Ja, ik heb soms ook wel mijn momentjes, ja. Dat moet ik wel toegeven. Ryan heeft zijn momentjes, Liam. Oh, hij werkt niet wel. Wat? Bij mij doet hij het. Bij mij deed hij het niet, maar omdat ik een echte pro ben, deed hij het wel. Nee, ik weet niet wat daar gebeurde. Het is wel een vette race, hoor. Want het is ook meer geluk dat ik... Want iemand is voor mijn kerst of niet. Het ding is, als je één randje hier hebt, dan ben je meteen game over. Of je rijdt tegen een lantaarnpaal aan, dat scheelde heel weinig. Ik heb een hele slechte bocht, want ik volg niemand zijn streep. Ja, ik ook. Ik vergeet altijd van buiten naar binnen naar buiten. Ik moet het echt een keer in mijn hoofd stampen bij race games.
Oh, hier gaan mensen heel wijd. Veel te wijd. Ja, heel veel gingen heel wijd. En al die paalsen zijn ook omgeknald. Ik vind het wel mooi. Je hebt de kopgroep, dat zijn wij met z'n zessen. En dan heb je een heel stuk niemand. En daarachter zit nog een groep. De tweede peloton. Ja. Je hebt gewoon twee groepjes nu in deze race. Maar waarschijnlijk hadden die mensen die achter ons rijden allemaal een randje. En wij met z'n allen niet. Alleen, alles kan nog veranderen. Oh, wat ik ga als zijwaarts. Met één randje, dan ben je al het haasje. Ja, dan ben je de Sjaak. Dan kan je het al vergeten. Hop. Zo, ik ging heel dicht langs die muur. Dat was niet normaal. Echt? Ja, jij ligt nog best wel ver voor me, hoor. Maar dat komt puur door je bochtenwerk daarna. Oh. Ik zie nu pas dat de mensen weer terugkomen dan. Oh, ja, ik zie... Oh, daar begin je, joh. Ik dacht dat het een hele andere plek was waar we reden, maar... Oh, ik had daar even een slipmomentje. Lig je eerst, of? Op dit moment lig ik eerst en ik heb de Kom aan, bro. Kom aan, bro. You got this. Oké, nu moet ik deze bocht wel normaal pakken. Van buiten naar binnen, Jan. Ik zit net zo'n perk. Het perkje zit daar net. Ja, dat grasveld, gras... ja. Oh, dat is zo... Oh, ja, hij slipt weg, want hij ging te snel. Ik sta nu vierde. Wacht. Oh, ik zit aan de plek te kijken. Jij staat ver voor, man. Ja, ik heb de gang erin, moet ik zeggen. Ik heb het door. Ik probeer nog even randjes te pakken. Misschien kan ik ze nog inhalen. Nee. Nee, niet mij inhalen. Ik ben vierde. Ik ben vierde. Mijn lievelingsgetal. Komt helemaal goed. Ik weet niet of er nog anderen van de crew komen. Als ze online zijn en als ze niet uit zijn en als ze niet filmpje aan het kijken zijn, dan kunnen ze altijd langskomen, joh. Rijn, die komt sowieso... Zo, gaat lekker, hè? Rijn, die komt sowieso zo meteen. Dat is wat ik wilde zeggen. Ja. Yo, Totally Mixed Up, jongen. Welkom bij de stream, man. Welkom. Hoeveel likes zitten we al eigenlijk? Want ik kan het zelf niet zien namelijk. Op dit moment op 362, als het bij mij goed is. Oké, dus sowieso al meer dan 350. Ja, shit, dan moeten we zo meteen waarschijnlijk alweer een trollrace gaan. Oh. Nou jongens, als we de race beginnen wil ik de 400 likes zien, jongens. Zo, Mike die begint de zin in te krijgen, hoor. Nice. Tuurlijk. Nice. Wat is je favoriete trekker, Jan? De Lamborghini trekker natuurlijk van Jeremy Clarkson. Nee, ik heb geen idee wat mijn favoriete trekker is. Ik vind alle trekkers wel mooi, hoor. Kijk hoeveel mensen erin zitten in één keer. We zitten ook op de 400 likes bijna. Nog 2 likes. Oei. Ik doe gewoon omdat het kan 403. Één lap. Dan heb je maar 1 kans gewoon. Oké, snel nog even mensen in feite die er niet bij zijn gekomen. Dan hebben ze nog een kansje. Rocket League vind ik niet leuk, dus ik zal Rocket League zelf niet gaan spelen. Ik heb wel Super Power Galactic Super Battle Cars Rocket Game gespeeld. Ik weet nog steeds niet uit mijn hoofd. Was een volle mond was dat, Jan? Ja, wacht, hoe heet hij nou? Wacht, ik ga het opzoeken. Super Power... De game die ik speelde voor Rocket League was Supersonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars. Daar kan je gewoon een rap van maken, man. Die dus. Dat was de voorganger van Rocket League. En daarna kwam Rocket League uit. Terwijl het dezelfde game was. Misschien zelfs toch van dezelfde makers ook, dat weet ik eigenlijk niet. Kun je met PlayStation 5 ook meedoen? Je kan met PlayStation 5 meedoen als je de PlayStation 4 versie van GTA 5 speelt. Beetje ingewikkeld helaas, maar zo werkt het nu. Ik maak nu even een berichtje met haar mee. Join the crew, maar dan moet je wel PlayStation 4 versie hebben van GTA. Oh ja, slim. Ja, ik had mijn reactie inderdaad al vastgezet. Maar misschien wel slim om een PlayStation 4 bij te zetten, ja. Waar zijn de honden naartoe? Ik heb sowieso nog maar 1 hond, want die andere hond die heb ik niet meer. En die hond is nu bij mijn ouders. Die komt af en toe hier en meestal daar. Want ik moet er wel tijd voor hebben natuurlijk. Want die is een husky, dus die heeft wel veel aandacht nodig. Kikker 2003 had nog een 2 euro supertext achtergelaten. En hij zegt erbij, je bent de beste YouTuber. Hé, dankjewel Kikker voor jouw support, jongen. En ik zal zo meteen even... Oh! Oh nee, context zat aan! Ja, oh, ik word echt gewoon compleet gebeukt ook hier. Kunnen we aardig doen? Oh. Ja, ik doe wel aardig. Oh. Ik doe... Oh, ik heb een Audi. Oh. Klein tikkie. Ik heb een Mini Cooper. Ja, nou, Mike, wij doen aardig.
Je hebt wel een mooie Audi, ik rem even af. Oh! Oh! Wow, berg. Oh! Dikke top, Jan. Ja, thanks voor het setje. Ik rij me verder. Die gast die haalt het sprongetje niet, dus we liggen nu tweede en derde. Als je maar een beetje weg bent uit die achterste groep, dan zit je met de contact race altijd wel nog op de veilige plek. De beukgroep, hoe jij het zou zeggen. Sorry, ja, de beukgroep, als je volledig die maar opwijkt. Oh, wacht, dan staan we eerst de tweede, bro. Let's go! Ik hou je in, ik hou je in. Ja. Ik moet je wel zeggen, de laatste tijd... je bent gecrashed of niet? Oh, ik wou zeggen, de laatste tijd rijden wij echt... Kijk uit daar, kijk uit daar. De laatste tijd rijden wij echt heel goed samen, zonder te beuken. Ja, clean. Ik zag het ook in de reacties voorbij komen en... Afgelopen video zag ik het. Ja, totdat ik laatst sta, dan geef je me een DNF. Dus ja. Ja, andersom ook. Dus, ja, klopt. Dat klopt inderdaad. Nou, ik ga de stunt in. Hij moet in één keer te halen zijn. Ja. Kom op, Mini Coopertje. Er komt een VTO achter je aan. Nee! Nee! Zo. Nee! Ja, ik heb hem. Ja, hoezo heb jij hem wel? Je zat in mijn slipstream, of niet? Ja, ik zat bij iemand anders nog in de slipstream. Ah, en nu sta ik in één keer helemaal achterin. Oh, nou, dat ga je niet menen. Ja, dankjewel. Ik had ook maar één lap aangezet. Ik zei nog, je hebt maar één kans. En... Oh, oh. Ik reed die gast voor me achterna. Ik heb hem nu nog een keer gefaald. Nee, Jan. Ja, ik reed die gast voor me achterna, maar die reed verkeerd, waardoor ik ook verkeerd reed. Weet je, ik ga wel mijn eigen baan volgen. Ik ga niet iemand zijn slipstream pakken, want je moet een klein beetje naar rechts sturen. Kijk, en dan... Mike. Ik heb hem nog niet nog een keer gefaald, hè? Mijn auto is niet snel genoeg. Hey, wat, snel genoeg, hoor. Ik zweer het! Nee, ik zweer het! Hij haalt hem niet! Mijn auto is niet snel genoeg! Als ik hem met een Audi haal, dan kan jij toch ook halen? Ja, maar halen? Die Mini Cooper heeft toch niet zo'n hele hoge topspeed? Nee, dat... Bro, ik kan hem niet halen! dit wordt een DNF. Ik kan hem echt niet... Staat DNF's aan kijkers geven, hè? Nee, ik kijk ook mijn eigen video's, want ik moet hem altijd editen, dus op zich... Ah! Ik heb nog kans, ik heb hem gehaald! Ik heb hem gehaald! Nee, drie andere mensen liggen nog achter me. Ja, maar kunnen we even wachten met de DNF? Ik weet niet of ze wel aardig voor je zijn, Jan. Kunnen we even wachten met de DNF? Ik wil niet nu al een DNF, we zijn net begonnen. Oh, dit meen je niet. Waarom is Rijn er niet? Die pakt altijd de eerste DNF, niet ik. Ik weet ook niet hoe ver het nog is. Oh, dit ga je niet menen. 24 seconden. Ik moet nog drie checkpoints. Nee, dat ga je niet redden, ga ik je zeggen. Maar je moet naar links een heel stuk nog. En daarna naar rechts. Echt? Jan? Ja, nee. Nee, wacht, ik haal... Oh nee, het is veel te ver! Nee, jammer! Daar rechts, bij die pijl daar. Jammer. Bij die zeppelin daar rechts. Kunnen we dit... ruiken. Chat. Kunnen we gewoon even allemaal nu zeggen... Ah, Jan, goed gedaan. Lekker, man. Je hebt geen DNF. Kunnen we dat allemaal in de chat zetten? Dat gewoon degene die het niet hebben gezien ook niet weten dat we een DNF hebben? Vind ik, nou, dat zou ik wel chill vinden. Nou, de Easy Sport kan hem niet halen. Het is letterlijk 99,9% van de tijd de juiste auto. Maar niet in deze race. Even kijken hoor. Bas, die had nog een 5 euro donatie achtergelaten. Je krijgt van mij een high five, brother. En hij zegt erbij, yo Jan, hoe heb jij normaal je Astro headset aangesloten op PlayStation 5? En heb jij je geluidsinstellingen aangepast als je Call of Duty speelt? Ga ze door, broski. Ten eerste, we gaan zeker weten zo door. Ten tweede, ik heb mijn geluidsdingen niet aangepast. En ten derde... Het gaat wel soepel, hè? Ik heb hem aangesloten met een extra kastje. Je moet een extra kastje ertussen kopen. Ik weet niet precies hoe het heet. Maar daardoor kan je hem aansluiten op de PlayStation 5. Anders werkt het namelijk niet. Dus moet je even online zoeken naar een Astro PlayStation 5 kastje. Nee, ik laat contact aan ook. Nee. Godsamme. Kijk iedereen in de chat. Wat is dat ook een aap ook in de... Iedereen in de chat zegt ook in plaats van goed gedaan Jan, geen DNF. Zeggen ze allemaal goed gedaan Jan, een DNF. Ja. Thanks jongens, dankjewel hoor. Nou, wat is dit nou weer dan? Beetje jammer dit jongens. Ik vroeg het zo lief, zo aardig. Maar ik snap jullie wel. We hebben gewoon één DNF, we gaan het gewoon ophouden. Youssef 17 had nog een 6 euro donatie achtergelaten. Jij krijgt van mij ook een high five. En hij zegt erbij, weer blij om de GTA 5 live te zien in een lange tijd. En hoe gaat het met je? Gaat zeker weten lekker, Youssef. Mijn hele agenda is volgepland met leuke dingen. Dus op die manier kan je lekker vooruit. Kan je er lekker tegenaan. Kijk uit voor de stoeprandje, zou ik zeggen, hierin. Oh ja, Mike. Ja, ik had hem een beetje... Oh, wacht, stoeprandje.
Oh, iedereen, Jan, oh! Jan, dit was Mike, echt niet Mike, handig. Mike, rijden! Jongens, rijden! Ja, ik ben... Niet met de afbeuken! Oh, Shaki. Oh, dit meen je niet. Hey, Youssef, dankjewel voor je donatie, jongen. En ik hoop dat hij met jou ook goed gaat, man. Want daar gaat het om. Stay positive in the life, man. Dat was echt heel slecht Engels, maar... Ik kom de stoep pak niet dikke op. Dikke stunt ook weer, echt. Yo! Oh, je moet er tussendoor. Oh, niet het zwembad in gaan, hè? Oh, remmen. Ik krijg 3 man zwembad in die mij. Ik reed de tuin in. Oh, nee, ik zit bij de achterste groep. Oh, dit meen je niet. Alweer, Jan? Alweer? Net ook al. Ja, oh wacht, iedereen is er niet spant hier. Nee, jongens, wacht nou even. Oh nee, het zwembad! Nee! Dat zei je net nog, Jan. Ja, maar kon je niet zeggen dat het zwembad daar zat? Ah, nee. Het zwembad zit daar ergens in de tuin. Ja, daar ergens, daar heb ik niks aan. Niet het zwembad in, jongens. Moet een trapje helemaal af. Nee. Aansluiten in de rij, niemand mag voordringen. Ik drink voor. Ja. Jongens, ik zit vast bij een paal. Gas erop, jongens! Gas erop! Ja, als je nou allemaal even wachten, ja. Nee, wacht, ik ben bijna los hier, jongens. Ik snap nu waarom ze in de supermarkt een zelfscan hebben, want dit werkt niet, ouwe. Kan diegene met dat clownsmasker niet eventjes weg? Dan kunnen wij er langs namelijk. Oh, dit meen je niet. Ik zat daar net ook vast, hoor. Ja, maar hij kan zijn kart ook niet draaien. Die met dat clownsmasker, die moet... Ja, ik ga vooruit, Ja. Oh, dan ga ik even een stukje naar achter, dat ik er even goed voor sta. Ja. Kom op! Waar moet je daar dan naartoe? Moet je daar in de tuin in of? Nee, gewoon op de grond moet je. Oh, iemand duwt me eroverheen. Thanks! Oh. Op de normale weg. Oké, we zijn er langs! We zijn er langs met z'n allen. Oh wacht, nu moeten we het trappetje af. 2 minuten geleden zijn we nog uit voor stoeprandjes. Ja, ik ben nu rustig van het trappetje af aan het rijden. Nu past daar. Daar kan ik toch niks aan doen? Weet je hoe druk het hier is? Laat mij even rustig van dit trappetje afrijden. Iemand rijdt ernaast. Ho, ik ga er zelf ook bijna naast. Blijf op het weggetje. Is deze race weer van Finewood, of niet? Ja, klopt. Die maakt zoveel races, joh, dat wil je niet weten. Mensen finishen al letterlijk, oh, Jan. Wacht, ik sta 19e. Jan, niet weer een DNF. Nee, maar dat kan ik toch niet. Ik ga contact niet meer aanzetten, hoor. Nee, dat zeg ik toch al de hele tijd. Mike, als jij nou even wacht, dan start de DNF net iets later. Nou, ik sta 5e, dus ik ben niet de DNF-persoon, gelukkig. Dat is altijd mijn tactiek. Ik kan echt niet sneller dan dit. Moet je gewoon springen op die rem? Ja. Oh, je moet naar boven. Ik dacht dat het een sprong was. Wacht, ik heb nog wel kans. Ik ben nu aan het doorrijden namelijk. Oh, looping in. Let's go. Nee, we zaten echt lang vast bij dat sprongetje. Omdat er iemand met een clownmasker voor stond. Maar ik ben die berg heb ik echt heel soepel gehaald. Oké, dat... Oh, zo, die haalt hem nog soepeler. Pluipie. Oh, sorry. Rijd nou door. Dat was niet de bedoeling, Pluipie. Hij was net aardig, dus ik wilde hem eigenlijk niet beuken. Maar dat ging per ongeluk. Dit is de plek van San Andreas, waar we net waren. Als je die plek niet kent, dan heb je nooit GTA gespeeld in je leven. Oké, gas erop. Hoe sta je van die Jan? 18e, maar ik ben al ingelopen. Hier, door de looping. 16e, zie je? Alles onder controle. Hier, rood, wit, blauw, omdat we Nederlanders zijn. Waarschijnlijk was het de Franse vlag, want het is van Feyenoord. Oh, de DNF is begonnen, maar hier is de finish. Kijk, weet je wat je in je leven moet doen, Mike? Je moet nooit stressen. Alles finishen wij. We hebben nog geen enkele DNF vandaag. Wat? Zit er een Pinocchio bij jou, Jan? Ah, shit, mijn neus wordt groter. Nee, we hebben er één. We moeten het wel eerlijk doen. En degene die ons zat te blokkeren met zijn clownmasker, die heeft ook een DNF. Dat noemen wij nou karma, jongen. Let's go. Dat vind ik nou wel leuk. Voetbalgoes, die had nog een 2 euro supertext achtergelaten. En hij zegt erbij, Ryan, pijltje, Nederland. Bedoelt u dat Ryan cooler is dan Nederland? Dan is hij wel heel cool namelijk. Hey, dankjewel, Voetbalgoes, voor je 2 euro supertext, jongen. Wessel 2114, die had nog een 3 euro donatie achtergelaten. Hij zegt, Jojo, misschien herken je me nog van die tas die ik van je had. Helaas heeft mijn kat hem gesloopt. Er zit er nu een scheur in de achterkant. Wat heb je nou gedaan met de tas?
Wat is dit nou? Nou ja, dat weet je met katten. Je weet nooit wat ze uitspoken. Maar ik hoop dat je wel genoten hebt van de tas toen hij nog heel was. Dankjewel voor je 3 euro donatie, Wessel. Dankjewel voor je support, jongen. Martijntje Boy, die heeft nog een 5 euro donatie achtergelaten. Sowieso een high five voor jou, jongen. En hij zegt erbij... Jojan, ik heb mijn GTA 5 opgestart en zit in de crew, maar ik krijg helaas geen invite. Je kan ook joinen via de online crew, mijn naam, join. Dan kom je er ook in. Maar dat is iets ingewikkelder, want invites die sturen niet altijd even goed. Daar moet je een klein beetje geluk voor hebben. Dus je kan ook joinen... De lobby zit vol. Oh, en de lobby zit vol, dus... Ik zit helemaal uit. Zullen we naar de volgende even ja? Van players wisselen? Of gaan we dan even gaan wachten tot 27 likes? Nou ja, als de mensen een trollrace willen zien, dan moeten ze het duimpje omhoog indrukken. 750 ja. Likes en we gaan een trollrace doen. Dus... Ja, anders gaan we gewoon rustig verder met de normale races. Maar dankjewel Martijntje voor je 5 euro donatie, jongen. Darmando, die had ook nog een 2 euro donatie achtergelaten. Hij zegt, Jojan, kan je shout-out doen naar Mike en Irben? Thanks. Hey, shout-out naar Mike. Ja. Hij bedoelt waarschijnlijk een andere Mike, maar dat maakt niet uit. Ja, nee, dat begrijp ik. En naar Irben en ook naar jou, Dar. Dankjewel voor je 2 euro donatie, jongen. Dankjewel voor je support. Oké, non-context staat aan. Dus nu hebben we even geen last dat we gebeukt worden. Nee. Nu kan ik doorrijden. Nu hebben we geen stress. Het is wel een parcoursbaan, by the way. Wat fijn met iedereen die in elkaar rijdt. Dus ja, zometeen zie je helemaal niks meer als het parcours helemaal begint. Maar we zitten in de kopgroep. Daarom. Dat zitten wij altijd, behalve als contact aanstaan. Ja. Oh, of als je de stunt niet kan halen, dat kan natuurlijk ook. Ik moet je wel zeggen, Hidden... Nee, ik ben achter je. Hidden die rijdt ook altijd door, jongen. Kijk hem rijden, onze Mustangetje. Oh. Oh. Jongens, kijk uit, hè. Oeh, daar ging er eentje er weg. Eentje die... twee zelfs. Twee gingen ernaast. Ho. Steentjes. Ja, kijk uit. Want dan sta je ook in één keer stil nou met die stenen. Nieuwe Farming Simulator video komt dit weekend weer. Ik zat mijn chat te lezen. Deze telt niet. Dat moet je niet doen, hè. En zo zie je dat je op de baan moet blijven. Gelijk dunne randjes, Jan. Oké, gelijk dunne randjes. Thanks. Want dat weten de gasten en voor me niet. Hebben. Die gasten voor me wisten het niet. Maar omdat jij het zei... Oh. Hij heeft achterwielaandrijving. Nee! Oh, dat meen je niet. Heb je snelheid nodig voor die jump daarna? Ja, wel iets. Maar nu ga ik weer te hard voor die jump. Oké. Dan moet ik het snel doen. Maar tegelijkertijd ook langzaam doen. En tegelijkertijd moet ik ook opletten, want iedereen rijdt in elkaar namelijk. Oké, nice. Je bent geneigd om veel te hard te gaan. Ik ga er nu nog weer te hard. Oh, je moet bij die tweede moet je weer snel gaan. Ja, maar niet te snel. Probeer tegen die boom anders aan te rijden. Die wacht, staat. Ik ga ook te snel. Oh nee, oh, die is echt serieus. Die is echt vies, man. Oh, iedereen zit hier. Er zit ook geen checkpoint tussen, ik zie mijn eigen auto niet! Oké, nu wel. Oké, snel, maar niet te snel. En ook niet te langzaam, Oké, nice. Je moet vaker springen! Ja, je moet naar links naar rechts weer springen. Oh, maar dat mag je allemaal niet te snel doen. Want er zit inderdaad geen checkpoint tussen, oké. Nice. En dan gewoon over die pijlen, toch? Ja. Oké. En dan is het redelijk makkelijk weer. Kijk, het is altijd handig als Mike meedoet. Want die ligt toch altijd vooraan. Dus die kan je gewoon helpen als je niet weet wat je moet doen. Lekker makkelijk, hè? Ja, thanks voor de tips. Want nu kan ik doorrijden. Nu lig ik wel 6e daardoor. Nou, bij de volgende jump, als je verder bent en je ziet de remschijf, kan je gewoon vol gas gaan. Oké. Go! Mjong! Iemand voor me haalt het niet. Die remschijf, dat is inderdaad een randje. Oké, dat is chill. Yo, Jocht. Welkom bij de stream, jongen. Kan je weer een keer Far Cry 5 of 6 spelen? Ik heb die letterlijk helemaal uitgespeeld. Dus ik ben ook niet van plan om hem nog een keer uit te gaan spelen. Want dat is een beetje saai. Dus ik speel letterlijk elke game die ik let's play 1 keer uit. En daarna is het mooi geweest met de pret. En ik ga niet snel genoeg. Dat is jammer. Dus je kan al terugkijken als je het nog een keer wil zien, Bram. Want we hebben letterlijk elke Far Cry gespeeld van 4 tot en met de laatste.
En als er ooit een nieuwe komt, zullen we hem vast en zeker ook weer opnieuw gaan spelen. Oké, nu moet ik even zorgen dat ik een iets verdere aanloop neem. Okay, dit waar ben jij nu dan? Ik ben in die groene buis, maar ik ging net niet snel genoeg. Maar... Boom. Als je hem daarbij pijlen bent, dan moet je ook half gas gaan geven. Oké. Want je moet dan in bakjes gaan landen. Oh. Oh, maar je kan niet over het randje heen, zeker? Nee. Oh, is de muspelkar? Kan je R1 indrukken? Nee. Oh, ik weet niet of de muspelkar... Maat, deze moet je echt vies goed timen, man. Dit is... Oh, joh. Ik heb daar ook al 3-4 keer gezeten daar, hoor. Yo, Joey, jongen. Welkom bij de stream, bro. Oh. Ik heb hem gewoon gehaald. Ik landde gewoon op mijn achterkant en daardoor had ik hem gehaald. Oké, chill. Maar nu... Er zit geen checkpoint tussen weer. Oh nee, nu ga ik veel te snel, nee! Echt, maat! Dat is echt heel irritant is dat bij deze race. Eén keer te snel, echt te zacht. Ja, nou ja, het is niet heel vervelend als er een checkpoint tussen zat. Maar die zit er niet tussen, weet je wat? Ik kan bij die tweede onmogelijk naar rechts springen. Omdat het ook nog eens een pijl is. Oké, nu, niet, rem met me voor. Ik wou mezelf afremmen door met mijn bumper tegen dat ding aan te knallen. Maar dat... mijn plannetje werkte niet. Oké, de eerste heb ik wel steeds. Maar die tweede... Wacht. Ja. Perfect. Hij is al goed in elkaar gezet, Reze. Af en toe is het even goed kijken waar je naartoe moet. Het is een echte skill race, dit. Met heel veel geluk. Ja. Maar meestal zijn skills ook wel een beetje geluk, als ik eerlijk ben. Ik ga nu treinspoor op. Die checkpoint plaatsen zit wel een beetje raar. Gelijk naar links. To the left. Snel voordat de trein komt. En dan gaan we de tunnel in. Woe! Ik wil een trollrace. We doen een trollrace bij 750 duimpjes omhoog. SNR farming. Oh, die trein! Ik moet... Oppassen. Echt, die trein was net bij mij voorbij. Ja, bij mij. Ik zat naar mijn chat te kijken. Ik zie opeens twee koplampen aankomen. Dus... ik moest ook even... Het is geen horror game, hè, Jan? Nou, ik schrok me vandaag toch een partijtje hard toen ik Resident Evil aan het opnemen was. Oh. Ik had mijn geluid, had ik goed staan voor de cutscenes. Maar als er een schrikmoment komt, staat het geluid altijd harder. En hij stond iets te hard. Dus ik schrok me helemaal kapot, jongen. Waar is die Belg? Die Belg die komt zo meteen misschien nog. Ook wel de DNF-koning. Ja. Die naam die zal die nooit meer kunnen loslaten. Nee. Dat sprongetje is ook wel moeilijk, man. Of... Oh, wacht. Je moet dat sprongetje van je de andere kant doen, of niet? Welk sprongetje in die, bedoel je? In die roze buis. Die moet je niet vanaf de dichtstbijzijnde kant doen. Maar je moet een looping maken. Oh ja, ik had van de dichtstbijzijnde kant. Oh ja, daar eigenlijk. Kom ik helemaal niet uit. Wacht, ik ga het één keer met een looping proberen. Want er staat ook een muur om je op te vangen. Wacht. Kijk, chat, zo moet die. Oké. Als je snel genoeg gaat, moet die zo. Even een knipje. Even knippen, ja, in de livestream. We knippen dit er even uit. Weet je wat, ik rijd gewoon in één keer door. Ik heb nu mijn snelheid namelijk, dus nu gewoon... Nee, ja, ik heb mijn snelheid niet. Ik ben over de finish, let's go. Oh, die knetterde. Mike is eerste, lekker bezig. Kijk, zo moet hij. En nu ga ik te snel! Ja, maar dit is echt... Holy knetter, man. Dit is echt geen makkelijke race, hoor. Kijk, hij doet er vooruit, maar dan kom je bijna niet op dat randje. Ik kan hem echt het beste... ...op deze manier doen. Oké. Het heeft even geduurd. Maar... ...dan heb je ook wat. Namelijk een 12e plek. Maar een 12e plek is geen DNF-plek. Waar moet ik naartoe? Waar moet ik naartoe? Oh, hier. Dankjewel voor je boodschap, jongen. Ik zal hem zo meteen even oplezen, bro.
Huh? Oh! Ik ben echt een debiel, je moet daar naar links toe. Ja, ik was even in de chat aan het typen. Dus. Oh ja, nee, dat maakt niet uit. Ik wist niet dat ik hier naar links moest. Ik dacht, ik moet weer een sprongetje maken. En je moet gewoon zo, hop, het muurtje op. En daarom moet je hetzelfde dan bij de roze. Oh ja, bij de roze. En dan weer, oké, dan weer verder naar boven. Hoe heet deze auto? Ik weet dat het een Mustang is, maar ik weet niet hoe die heet in GTA. De Rapid GT Classic heet die. Oh, nou kijk, hier. Heb je een lopende, is een lopende encyclopedie? Nou ja, eigenlijk een rijdende encyclopedie. Nee, ik lees gewoon op van het scorebord, dus... Oh, Mike, dat moet je niet zeggen. Je moet gewoon net doen alsof je heel slim bent. Nee, nee, ik ben gewoon eerlijk. Oh, dit is dom, dit is dom, dit is dom. Je maakt jezelf ook heel moeilijk, hè, Jan? Ja, maar dat doe ik voor de entertainment value van de stream. Ik wil nou ook niet mezelf Don noemen, dus ik moet een smoesje verzinnen. Kijk, nice. Over wat dunne randjes. Nou, dat hebben we vaak genoeg gedaan. Eerst insturen. Maar deze valt nog mee. Hoppa. Ja, we hebben laatst dunne randjes gehad, jongen, in race. Dat is echt belachelijk. Het lijkt wel alsof elk jaar mensen ze ook dunner maken. Remschijfie. Hop. En dan had ik hem via rechts gehaald. Oh, ik dacht dat ik je walrijd moest doen. Maar nee. Hij heeft letterlijk de walrijd ook geblokkeerd. Dus het is wel een slimme creator. Want anders blokkeer je de walrijd niet namelijk. Zij weet wel waar hij mee bezig is. Oké, nice. Oh, dit is weer die glitch, toch? Ja, gewoon gelijk naar links weer. Ja, nu ken ik die glitch wel. Vorige keer was ik echt helemaal in paniek. Dat ik niet wist wat dit was. Maar je kan er doorheen. Dus iedereen in de chat, je kan er doorheen. Dan weten jullie het. Hé, hey, maar jij bent eerste geworden, toch? Ja. Ik sta op dit moment 2 keer eerste, dus dan ga ik je eigenlijk verslaan. Nee, want ik ben al in deze place ook alweer een paar de eerste en tweede race ook weer eerste geworden. Gaat, dus. Gaat hij weer stoer doen, hè, jongens? Vind je dit doen? Ja. Oh, ik moet er nog eentje langs, oké. Oh, ik heb niemand gezien. Ik heb mijn spiegel. Ik heb 1 keer bij iemand in de auto gezeten. En die reed zo de rechte spiegel eraf, terwijl ik in de passagiersstoel zat. Zie je echt de klote volgens mij, niet? Nou ja, ik schrok me helemaal kapot, want ik wist niet wat er gebeurde. En die persoon naast me zei... Oh, ik denk dat ik iets heb geraakt. Nou ja, nou, ik denk dat ik iets geraakt heb. De fucking spiegel eraf, oké. Nou, ik moet je ook wel zeggen, ik rij liever zelf... Dat ik bij iemand in de auto zit. Omdat ik van mezelf al weet dat ik goed kan rijden. En weet dat ik oplet. Maar ik heb bij mensen in de auto gezeten. Nou, daar krijg je echt gewoon hartverzakkingen van, jongen. Dat is echt belachelijk. Dus, ja, ik hoop dat ik een keer iemand tegenkom die echt... Waar ik echt gewoon vertrouwd in de auto kan zitten. Want dan kan ik eindelijk een keer naast zitten. In plaats van dat ik heel de tijd zelf moet rijden. Maar ik vertrouw mensen bij Rijn kan je toch? Bij Rijn kan je toch echt gezegd naast zitten? Rijn, kijk, dit is een dode hoek, bro! We hebben laatst met z'n allen bij Rijn in de auto gezeten. Die gast, die doet zijn knipperlicht uit, die kijkt in de spiegel die gaat. Maar je moet in je dode hoek kijken of er niet iemand naast je zit. Als die ooit de snelweg opgaat, ik neem gewoon het stuur van hem over. Ik ga gewoon achter het stuur zitten. Hij moet echt niet bij mij op de snelweg gaan rijden. Nou, ik had ook al 10 kleuren in mijn broek van de angst van de rijskills van Rijn. Toen ik achterin zat, gezellig. Ja, maar achterin heb je sowieso altijd alles ook... Dan voelt alles wat erger. Net zoals drempels en alles, omdat de achterkant er natuurlijk overheen bounced. Ja. Yo, Angelo, jongen. Welkom bij de stream, man. Wil je meedoen, Angelo? Want er is zeker nog een plekje voor je. Ga je dit jaar weer naar Gameforce? Ik heb geen idee, Nicolas. Ik weet nog niet hoe het jaar gaat lopen. Geen idee. Dan moet je met de vrachtwagenchauffeur mee rijden. Weet je hoeveel vrachtwagenchauffeurs ik gewoon over de vluchtstrook, over de strepen, over alles heb zien rijden omdat ze iets aan het pakken zijn of iets dergelijks. Volgens mij was er laatst nog iemand aangereden omdat een vrachtwagen niet zat op te letten. Maar ja, die rijden natuurlijk ook heel veel. Dus ja, als je drinken wil pakken, dan moet je wel je koelkastje open doen in de vrachtwagen. Ja, dan moet je wel blijven opletten. Zien jullie elkaar ook in het echt? Zeker. Wat hebben we dit jaar allemaal gedaan? We hebben gebold.
Dat was vorig jaar al gekart. We gaan binnenkort gaan we naar het BIOS. We hebben al veel Mario Party potjes gespeeld. Nog een keer bowlen toch? Of? Ja, waarschijnlijk gaan we nog een keer bowlen of iets anders doen. Dat maakt niet uit. We proberen wanneer het kan af te spreken. Ja, zeker. Zeker is gezellig. Even kijken hoor. Anja Verbraak. Die had nog een €5,99 supertanks achtergelaten. Dus sowieso, high five voor jou. En zeg erbij, wat denk jij over GTA 6? Zal die leuker en beter zijn? Hij is sowieso beter. Of die leuker wordt, dat is gewoon afwachten. Maar ja, het is Rockstar, dus dat wordt sowieso wel goed. Alleen ik hoop, we hadden het er letterlijk voordat we live gingen nog over. Ik hoop dat ze de races laten zoals ze zijn. Dat je gewoon je eigen race kan maken. Dat je het zo gek kan maken als je wil. Dat je overal kan bouwen. Dat je alles kan neerzetten. Dat je echt alles kan doen. En niet dat het een hele realistische game wordt. Want dat past namelijk niet bij GTA. Dus ja, niemand die het weet. Want niemand weet hoe GTA 6 wordt. Dus het is afwachten. En of dat nog een jaar is, 2 jaar is, 10 jaar is, 20 jaar is. We hebben geen idee. We gaan het meemaken. Contact aangezet. Oh ja, ik zit daar ook niet op te letten eigenlijk. Dus dit gaat leuk worden. Anthony Porteman, die had nog een €5 supertext achtergelaten. Dus high five voor jou, bro. En hij zegt erbij, je bent hier goed bezig op GTA 5 online. Hey, dankjewel. Anthony Porteman, die zit er ook al heel lang bij. Dus dankjewel voor al je support, man. En geniet lekker weer van de stream, man. Daar gaat het om. Even slipstreampje pakken, even inhalen. Oh, wat gezelligheid dit, echt. Oh nee, het wordt smaller. Luiaard, jij bent aardig. Revenge, jij bent niet aardig. Zo, ja, daar ging iedereen. Mega crash hier. Daar ging iedereen. Hey, dankjewel Anthony voor je donatie, jongen. Pina Killer, die had nog een €2,49 supertext achtergelaten. En zegt erbij, joh, spreek je oude crew nog? Heel af en toe spreekt nog iemand in DM, maar iedereen heeft zijn eigen leven. En sommigen spreken helemaal niet meer. En bij sommigen heeft dat een reden, bij anderen niet. En zo gaat het leven, toch? Mensen komen en mensen gaan. Maar de mensen... Wat een kutlul, jongen. De mensen die dichtbij je staan, daar moet je gewoon contact mee houden wat er ook gebeurt. En als je een keer een discussie hebt of als je een keer boos op elkaar wordt, moet je er gewoon voor zorgen dat het weer goed komt tussen jullie. En andere mensen die er niet zo over denken, die komen en gaan. Dat is het leven. Dat is niet iets... waar je iets aan kan veranderen. Ik zit uit te leggen. Ik ben helemaal diepgaande gesprekken aan het voeren. Maar wat een race is dit, jongen. Ojojojojoj. Volgens mij heb ik hem wel... Nee, ik heb hem nog niet gehad. Hij gaat nog verder. Ik heb hem gelukkig. Maar hoe? Maar er zit... Dat is echt de vraag. Er zit geen checkpoint tussen, hè? Dat durf ik echt niet te zeggen. Ja, ik wel. Ik wel, want ik hou het in de gaten. Iemand alweer op de stunt! What the f... Ik heb hem. Nou, ik vond hem zo tricky. Ik heb het versteed ook. Ik heb het rustig aangedaan, maar ik heb hem. En iemand probeerde hem op het einde nog even in te halen. Maar ik ben blij dat het er goed ging, joh. Woe! Oké. Zijn er 2 laps? Oh nee, het is maar 1. Oh, ik ben hier zo blij mee. Ik ben hier zo blij mee dat maar 1 lap is. Ja, en Mike ik ook hoor. Is gewoon weer eerste, jongen. Let's go. Ik heb er zin in. Ik ben wel 3rd, ondanks dat ik echt vol gebeukt werd. Dus ik vind het eigenlijk nog goed van mezelf. Let's go. Woe! Vet race, man. Ik zie het nu op de stream dat je werd ingehaald of... Ja, maar die persoon remde wel af. Dus dat heeft hij wel goed gedaan. Dus dankjewel daarvoor. Dankjewel Pina Killer nog voor de €2,49 supertanks. De Mask Pixel, die had nog een €5 donatie achtergelaten. Sowieso, high five voor jou. En zeg erbij, eerste race die ik ooit meedoe, gelijk een DNF. Hey, lekker bezig, Mask. Zo, Mask. Nou, dank je, lekker bezig, Pixel. Ik ga daarop houden. Dankjewel voor je support. En blijf lekker doorracen, man. Misschien finish je deze race wel. Abel die had ook nog een €1 donatie achtergelaten. En zegt, je bent al jaren mijn favoriet YouTuber. En ga zo door. Hey, dat gaan we zeker weten doen, Abel. Dankjewel voor al je support. En blijf lekker genieten van de video's. Want daar gaat het om, jongen. Dankjewel voor je €1 donatie. Bijna een troll race. Bijna, hoor. Hoeveel likes hebben we? 722 likes zitten we op dit moment. Oh. Ja, dan moeten we na deze race, de volgende race, denk ik een trollrace gaan starten. Ja, of we gaan zo meteen al moeten starten, over 5 minuten. Nou ja, ik doe er nog eentje. Eentje. Dan hebben we de 750 wel. Yo, Stefke! Welkom bij de stream, jongen. Welkom. JP Gaming ook welkom bij de stream. De sessie zit op dit moment vol, Jonne.
Ja, iemand stond stil. Die was aan het pissen, denk ik. Of ik weet niet wat hij aan het doen was. Maar die wordt vanzelf gekikt, hoor. Als je te lang stil staat, word je gewoon gekikt. Dan is er weer een plekje voor iemand anders. Ja, dat is nieuw. Voor mij na 2,5 minuut al. Nee, 3 volgens mij. Na 2,5 minuut komt het in je beeld. En dan... Daarna komt het volgens mij nog een keer in je beeld. En dan hoor je een piepje. De laatste 10 seconden, dan word je gekikt. Maar dat is wel beter. Want dan als er mensen stilstaan, dan... Ja. Nou, we kunnen de trollrace al doen eigenlijk. Oh, hè? Hebben we het gehaald? Ja, 765. 772 zelfs al. Wij zijn de lul. Ja. Ja, nou dan gaan we het de trollrace. Ik heb al een trollrace playlist gemaakt, want ik was vandaag wel voorbereid. Dus we gaan eens even kijken wat we gaan aantreffen. Ik heb geen idee, dus ik ga even een nieuw playlistje maken. Maar thanks voor de 750 duimpjes, jongens. Dank jullie wel voor de support. Dan gaan we deze playlist even leaven. Hoppatee. Hoe gaat het met je moeder en je vader? Gaat goed door, Sian. Gaat goed. Als mijn moeder deze stream later terugkijkt... Shout naar jou. Mijn moeder zet altijd gewoon die livestreams aan. En dan gaat ze gewoon eten koken of weet ik veel wat doen. Vorige keer kwam ik binnenlopen en toen stond mijn stream aan. Toen dacht ik, hey, dat was de stream van de afgelopen keer. Rednas Hero, dankjewel voor je 1 euro donatie. En dan zegt hij me bij, hoe gaat die maat? Groetjes van Andreas. Hey, hij gaat lekker, Andreas. Ik hoop ook met jou, bro. En dankjewel natuurlijk voor je 1 euro donatie. Dankjewel voor je sport, man. Dankjewel. Man, streamt een keer met voorbereiding. Ik ben altijd voorbereid. Dat wil je niet weten. Ik had laatst een pakketje besteld. En ik zat de hele tijd te kijken, wanneer komt hij nou? Zat hij gewoon al een week in mijn brievenbus, maar ik had mijn brievenbus niet gecheckt. maar, hij zat er nog wel in. Dus het is helemaal goed. Dat is ook weer echt zo'n typische actie voor jou, hè, Jan? Ja, dat kan echt alleen bij mij gebeuren. Dat klopt. Oké, ik ga jou eens even invaten. We doen de trollrace alleen samen met Mike. Maar volgens mij komt er na deze trollrace nog een trollrace. En die kunnen we wel met kijkers doen. Dus dan doen we er gewoon 2. Weet je, dan doen we eerst eentje alleen met Mike. En daarna eentje met kijkers. En dan gaan we daarna weer door met de normale playlist. Totdat we de 500 duimpjes hebben gehaald. Want bij 500 duimpjes doen wij een onmogelijke race. Ja, we hebben een hele planning vandaag. Oh, de joint iemand. Oh, die moet ik zo meteen even kicken. Oh, wacht, matchmaker moet natuurlijk op closed. En dan moet ik Nanuki moet ik even kicken. Het spijt me zeer, jongen. Ploink. Even wachten tot hij gejoined is. Ik zag ook net in de chat voorbij komen van... Ik weet niet, volgens mij van... Dani. Wanneer ga je weer eens een Monopoly stream doen, vroeg iemand. Dat is inderdaad wel een goed idee, ja. Maar... We hebben laatst nog Monopoly gespeeld met z'n allen. En ik moet je zeggen, daar was ik niet heel blij mee. Nee, het was echt ongeluksdag voor jou op dat ja, moment. Ja, voor mij, jongen. Ik ging echt slecht daar. Maar ik was wel 2e. En Jordi was 3e. En Rijn was 4e. Dus... Toch? Volgens mij wel, ja. We speelden het op de Switch. Maar op de Switch, het lekt ook wel op de Switch. Dan heb je echt 15 fps of zo. Dat is best wel bizar. Je moet de Obi pakken. Ik pak hem non-custom, want ik heb hem niet custom. Ik kan hem alleen niet vinden, want allemaal customs komen langs. Oh, hier. Ja, dat heb ik ook last van. Is dat de 10F? Geen idee. De Obi, want dit is een Audi namelijk. Obi staat voor Audi. Ja, ik pak gewoon die 10F. 10-11. Ja, ik ook. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. How is het mogelijk gek? Oh, zei ik 500 likes? Oh, ik bedoel 1500 likes. Oh, sorry, dan zei ik het verkeerd, chat. Spijt me. Jan, mag ik je opgeven voor langlevende liefde? Nou, als je het niet erg vindt, wil ik niet voor lul staan. plus ik ben bang dat ik echt gewoon een persoon tegenover me krijg die ik gewoon niet kan uitstaan. Waardoor ik al na 5 minuten weg wil. Oh, wat? Wat is dit? Oh, moet je het buis in? Je moet de buis in. Oh, ik had hem al bijna. Oh, joh, je moet niet te snel gaan. Maar je moet ook niet te langzaam gaan. Wacht. Ik ga gewoon hier een beetje remmen. En dan ga ik nu gas geven. Oké, waar komen we uit? Oké, nu ga ik niet snel genoeg. We moeten iets meer snelheid hebben. Ik lig ertussen. Oké, wacht. Iets meer snelheid. Dan ga ik vanaf de rode hier gas geven. Kijken waar we uitkomen.
Dat is de derde rode. Nee, ik zit nog in het laatste scherm. Oké. Ik zal de vierde rode pakken. Als je hem snapt. 1, 2, 3, 4. Ja, vier. Ik snap hem. Wacht, is dat deze? Oh, nee, niet. Dat is deze. Oké, wacht. Ga ik nu hier staan? We zijn het gewoon aan het uittesten. Maar wie zegt überhaupt dat die buis het wel ook echt is? Ja, ik ga nu even proberen zonder buis. Oké, wacht. Waar ik net stond, daar kom je goed uit. Maar dan moet je iets meer naar links sturen. Yo, Anko, jongen. Hoe gaat die bro? Alles kits achter de rits. Dat zei ik vroeger altijd. Maar dat moet ik eigenlijk nu niet meer zeggen. Ik heb de checkpoint op een hele aparte manier, Jan. Wat? Ja, ik landde echt op de ramp die bij die rode muurtje staat hier. Wat? Ik ben helemaal in de buis gesprongen. Wacht. Ik heb hem... ik heb hem op de normale manier gedaan, maar jij hebt gecheat. Maar ja, in een trollrace is er niet echt een manier... Ik dacht, ga jij eens even de andere kant op. Is er niet echt een manier om te cheaten, dus... Nee, tot nu toe worden we nog niet echt getrold. Nee. Behalve dat hij echt heel vaag geplaatst heeft alles, maar... Wow. Wacht. Oh, je moet op dat rode platformpje landen, denk ik. Ja, maar moet je niet echt die muur aan... rijden of zo? Wacht, zit er... De checkpoint zit gewoon op checkpoint de grond. Nee, je zit veel hoger. Nee, hij zit echt op de... Hij zit volgens mij op de grond, hoor. Wat, ik ben gewoon naar beneden gezond. Ja, hij zit op de grond. Wat de hel? Is dit niet gewoon... Oh, wacht! Yeah. Het is wel afgesloten, maar ik heb hier een tactiek voor het. Let op, chat. Nee, ik ben er al. Wij zijn professionele GTA-streamers. Let op! 3, 2, 1... Ja, let's go! Oh, net aan, hoor. Hey, we zien de finish al, man. Zo snel. Wacht, die is geblokkeerd. Dit is echt wel een hele slechte trollrace, want volgens mij, hè... Je kan er gewoon overheen, Mike. Ja, dan kun je hier overheen. Dit is echt de slechtste trollrace die ik heb gedaan. Oh. Oké, je kan er overheen, maar ik ben aan de verkeerde kant gekomen. Kijk, dit zijn pure skills, hè, jongens. Ik heb hem. Nee, echt? Is dit hem echt? Ja. Oh, nee, ik ga mijn bed. Ja. Nee, wacht. Dit is niet een echte troll, hoor. Nee. Er staat ook dat het een golden wall is. Ja, wacht. Ik kan letterlijk al naar de finish springen al. Oké, ik ben nu hier. Ik kom eraan. Moet je gewoon weer naar beneden ook? Ja, gewoon weer hier naar boven. De brug op hier. Wat is dit voor trollrace? Hier zit een ramp en dan vlieg je letterlijk een buis met een ring met fire. Gaan we samen? Nou, jij mag ook als eerst. Oh. Uh-oh. Wacht eens even. Ga jij me halen? Ik pak hem even onder. Nee, Mike heeft hem, Mike! Oh, ik heb hem ook, ik ben gewoon naartoe geglijd, let's go. Hé, hey, jongens, dat was een trollrace. Nee. Nee, dit is toch geen trollrace, nee, dan. ik weet echt niet wat dit was, hoor. Maar het stond toch echt troll de titel, maar... Ja. Duimpje omhoog. Oké, laten we er nog één doen. Oh, joh. Ik weet niet wat dit was. Wacht, wat heb ik nu nog voor trollrace dan? Ik heb nu volgens mij... Ik heb nog wel de bunker trollbox van Guido. Die kunnen we wel doen. Ja, is goed. Oké. Guido, we gaan jouw trollbox doen. Als je mee wilt doen, Guido... Ik weet niet eens of die er is. Typ het even in de chat. Want als we het dan niet kunnen halen, dan kan je ons tips geven. Iemand zegt, wat is dit? Dit was het. Dit is een beetje het Rijens niveau, wat iemand al zei. Rijens niveau. Oei. Nee, deze telt niet. Oh. Dat is een incontrolrace, jongens. We hadden beter de trollrace van flashlights kunnen doen, ja. Wacht, laat me even kijken. Ik heb... Hier. Trollbox van Guido. Gaan we die doen? Misschien was de titel wel de troll. Ja, dat zou ook nog kunnen, inderdaad. Dat hij gewoon troll de titel had gezet. Wel, ja, ik heb echt geen idee wat het was. Oké. Ik weet wel dat Guido had gezegd dat deze redelijk lastig is. Dus.
Ja, we moeten het met z'n tweeën oplossen, Mike. We staan er alleen voor. Ja. Niks aan te doen. Flashlight die krijgt gewoon een complimentje in de chat. Kijk, je bent een echte beroemdheid, Flashlight. Mij een beetje trollen met al die races van je. Ik zou jou even in feite, man. Hier, daar komt hij aan. Zo, na deze race kunnen er weer kijkers meedoen. Dus dan weten jullie dat alvast. Maar de trollrace doen we nog eventjes samen. Want anders kunnen we het einde niet zien als mensen finishen. Wacht. Lees even de beschrijving. Try to solve the mystery of the infamous bulker. Hij staat op closed, maar Sven die joint via iets anders. Ons. Of via de dingen. Maar, difficulty very hard. Oké, dat ben ik ook wel eens. When you've got to the checkpoint, then... checkpoint 10. Use the clue number on the wall for the next one. Oké, dus we moeten naar checkpoint 10. Moeten we het nummer op de muur moeten we bekijken. Oké. Hoe was jouw dag, Jan? Mijn dag was op zich wel relaxed. Op zich wat chill. Ik pak gewoon de T20, want dan weet je dat ik goed zit. Iemand zegt random in de chat. Ik zou maandelijks €10.000 betalen. Voor wat? Wat zei je daar dan? Ik zeg helemaal niks. Ik zeg nooit iets zus. Basti had nog een €3 donatie achtergelaten. En hij zegt erbij... Sluit je weer de stream af met een trompetspel zoals de laatste stream? Nee, want deze stream is op YouTube. En op YouTube heb je copyright. Oftewel, dat soort dingen kunnen we hier niet spelen. Fuck. Ja. Ik zat al te wachten. Gewoon nu al. En we zijn echt 10 seconden bezig, houden. Oké, fair enough. Ik ga meteen achteruit doen. Want hier ergens zit dat rampie. Ja, kijk. Hier dus. Oké, maar nu moeten we oppassen, want misschien staat er nog een tweede. Ja, daarom, ik rijd nog verder even achteruit. Nee, doei! Ik zie je later, jongen! Of hier rijden getrold worden. Ik vertrouw er echt helemaal niks van, jongen. Even kijken, hoor. Exility, die had ook nog een €3 donatie achtergelaten. Hij zegt erbij... Yo Jan, volg je al sinds Black Ops 2 en wou even zeggen dat je de beste YouTuber van Nederland bent. Ik had je bij de release van Infinite Warfare gemiet in Almere bij de Game Mania met Santino en Linda. Hey, super awesome, bro. Dat is al lang geleden, kan ik je zeggen. Want Infinite Warfare is echt... 6, 4, 5? Ik heb geen idee. Lang geleden. Hey, super dope, ja. Exility. Dankjewel voor al je support, man. Oké, de volgende checkpoint moet niet zo moeilijk zijn, behalve als hier een onzichtbare muur op de ramp staat. Ja, of een remschijf. Oh ja, dat is waar ook. Ja, nou. Die was ook niet te verwachten ook, hoor. Ja, maar misschien zit de remschijf links niet, hè. Want ik ga de rem nu helemaal links pakken. Want misschien zit de remschijf alleen rechts. Dus ik pak hem helemaal links. Nee, oké, links zit hij ook. Pak jij hem eens helemaal rechts? Dat gaat helemaal fout bij mij. Oké. Nou, die rem is het niet. Ik zie wel nu het getal 4 op de muur staan. Dus dat is het getal wat we bij checkpoint 10 moeten gebruiken. Maar we zijn bij checkpoint 7. Dus. Daar zijn we nog niet. Dat is geen gat in de muur. Oh, nee, hè. Hier achter de boot zie ik wat. Ja, wacht. Ik ben nu door boompjes aan het rijden. Hey, dankjewel, Sian. Zit hier een gat? Nee, serieus? Oké, dit is ook niks, man, waar ik ben. Ik check even alle twee de muren tegelijkertijd. Als mijn voorkant of mijn achterkant nu ergens ingaat... dan... Heel verkeerd, Jan. Ja, daarom zat ik al te lachen. Dan zit er een onzichtbare gat in de muur, maar die zit daar dus niet. Ik zie wel hier een rare schaduw. Zit hier ook een onzichtbare rem? Ik kom even bij je kijken, Jan. Nee. Misschien dat er nog wel daar een gat in de vloer zit, want ligt daar wel iets... Oh nee, dit gaat hem niet worden. Aan de andere kant van bij die 4 wat jij zei. Ja. Als je helemaal naar 1 naartoe gaat, daar zit een... de achterlang zit een rempje. Dus als je hier gelijk rechts gaat... Wat, hier al? Ja. Oh!
En dan gelijk naar rechts sturen. Oh ja, ik heb het gezien. Ja, dan kan je misschien, bovenop die boot komen inderdaad. Dan kan je de checkpoint pakken, ja. Goed gespot, broder. Ik ga gewoon een compilatie starten van jouw sis-moment. Ik heb nooit een sis-moment. Oh nee! Oh, net niet, jongen. Net niet. Ja, Mr. Papzak in de chat, die heeft wel een mooie profielfoto. Ja, zeker. Wel een beetje een grote neus. Uh-oh. Eerst ga ik te langzaam, dan ga ik te snel. Ik heb de checkpoint, dus het is de goede route. Oh, is dit de goede route? Oké, dan weet ik in ieder geval dat ik het niet voor niets aan het proberen ben. Ho. Ja, kom op, T20. Blijf dan op die ramp, brother. Ja, harder heeft geen nut, Marco. Oh, nee. Ik reed nu tegen het randje aan. Zit er niet een andere manier om er nog op te komen? Nou, er staat er wel een pijl als je teruggaat. Oh ja, er staat hier wel een pijl, maar... Oh, wacht. Je kan daar gewoon... Wacht, volgens mij kan je wel anders rijden, man. Jij ja? Probeert me gewoon de moeilijke route hier te pakken. Ja, geen idee. Wacht, want je kan hier gewoon... Kijk! Kijk. Ja, ik zit de stream even mee te kijken. Ik ben boven! Ja, ben je boven? Ik ben boven. Dit was de officiële manier. We zaten dus gewoon... Ik zat de hele tijd te springen, maar jij hebt me wel gewoon gehaald met een sprongetje. Ja. Oh, wauw. Oké, dan heb je dat goed gedaan, want mij lukt het echt niet. Dan moet ik hier... Ik ben alvast een beetje naar het vervolg aan het kijken. Het is weer sneaky wat Guido heeft gedaan. Ja, Guido is altijd sneaky. Als je bij het volgende bent... Langs je rode container en dan rechts zit een onzichtbare... Moet je dan langs die rode container? Ja. Oh mijn god. Oh. Er zit geen boost gelukkig, wat ik weet. Oh, ja. Piep. Ja, let's go. We hebben een checkpoint! Oké, maar we hebben er nog 70 aan. Ja. Nou, ik was ondertussen verder gaan kijken. Hier links om het hoekje had ik een pilaar kapot gemaakt. Daar is helemaal niks van, maar dat wel. Nee, ik dacht ik ga even kijken. Nee. Ik kom even bij jou kijken. Ja? Ik had zo'n pilaar hier stuk. Ik help je. Wat moet je hier doen? Zit er niet ergens een gat? Kan je hier niet echt door een muur heen? Ik denk dat dit gewoon een... dit was de opbergkast, denk ik. Ja. Nee, hier kan je nergens naartoe. dat gaat hem niet worden, nee. Maar waar zit de checkpoint? De checkpoint zit al op de muur waar de 4 staat, man. Moet er niet gewoon een manier zijn dat je er naartoe kan komen? Oh, wacht, links. Ja. Oh, ik ga te hard. Oh, ik niet. Jij ook niet. Kijk, we zijn er. Ik hou je even in. Nee, dat gaan we niet doen. Oh, wacht. Maar hier dan. En dan moet je hier naar links. Ik zag het tevoren. Kan je me een kontje geven? Oh, wacht. Ik ben al los. Nee, kom eraan, hoor. Ja. Je moet hier echt... Kontje nodig? Ja, thanks! Ja, let's go, joh. Easy! Let's go. Je kan ook nog naar rechts springen, zie ik hier. Bij dat stuk. Oh, en je kan hier ook nog door de muur heen, maar... Wacht, waar zit nu de volgende checkpoint? Oh, de volgende zit gewoon op de grond. Moeten we even onthouden, want kijk, hier... Hier zit ook nog iets, zie je? Daar beneden. Ja, maar was dat niet de officiële route of zo? Dat we dan weer gecheat hebben op een... Nee, want dat randje zat er niet voor niets, hoor, waar we nu overheen zijn gegaan. Moeten we nu weer helemaal naar beneden toe? Ja, beneden zit de volgende. En dan moeten we nu... Checkpoint 10! Oké, dan moesten we dus naar het cijfer kijken, cijfer 4. Maar... Daar hebben we echt geen reet aan, volgens mij. Wat hebben we aan het cijfer 4? Ja, maar is dat niet de route? Gewoon dat je hier rechtdoor moet en dan links? Is dat niet iets of zo? Dat het een route aangeeft, want als je hier naar links springt, waar we net waren... Ik weet niet waarom, maar ik denk echt dat er hier een glitch ergens zit. Volgens mij moeten we inderdaad terug naar de plek waar we net zaten. En dan moeten we vanaf daar moeten we verder kijken.
Ja, je kan hier naar rechts toe. Ik weet niet of je... Ja, ik kom eraan. Hallo, dankjewel voor de donatie, bro. Ik zal ze zo meteen even oplezen, jongen. Ik zal sowieso zo meteen alle donaties even oplezen, want ik loop een beetje achter. Alsjeblieft. Zo. Zo? Oh, oh. Ja? Oh, dit gaat niet. Wacht, ik sta op je. Hou je me nog nu? Ik zie hem. Ja, ik heb hem nog. Oké, nice. Ga jij maar voorop, ga jij maar voorop. We kunnen daar ook nog naar beneden een groene buis in, maar dat loopt volgens mij dood. Kijk meteen even of we hier niet, dat we niet naar achter moeten of zo. Nou, ga je dat kijken? Ga ik even naar boven. Oké, nee, je kan niet naar achter. Ik kom achter je aan, ik ga ook naar boven. Geen gaten in de buis? Oh. Nee. Maar deze loopt dood. Oh nee, en je komt er ook niet meer uit. Jawel, ik ben nu aan het rondjes aan het draaien weer terug. Wacht, ik probeer er ook... Oh, oh. Oh, ja, kom op snelheid. Oké, ik kom ook weer naar boven. Kijk, echte professionals, zie je dat? We rijden gewoon weer terug. Iemand zegt in de chat... groene buis dan? Iemand zei in de chat, is niet hetzelfde als checkpoint 4. Ja, maar ik weet al niet meer wat checkpoint 4 was. Wacht, probeer jij die eens? Want dan kan je kan wel helemaal... Nog. Je kan wel helemaal naar beneden namelijk. Maar ik spring even op dat... Wacht. Oh, laat maar. Oh ja, want dat is die spiral die we al eerder zagen, maar... Wacht, ik ga gewoon helemaal naar beneden. We kunnen hier toch heel makkelijk weer komen. Ga ik even helemaal beneden kijken. Zo. Oh, hier gaat hij sowieso nog verder, maar dan kom je... Wacht, ik zit wel op de juiste hoogte, zegt hij nu. Kijk, je kan hier er nog tussen. Maar ik verwacht eigenlijk dat daar... Hier bij achter dat rampje kan je ook nog. Daar zit een gat. Maar ik denk eigenlijk dat dat een troll is. Want daar zit je gewoon vast dan namelijk, zie je? Of nee, je kan er wel onderdoor daar. Nee, we waren hier net toch? Wanneer? Dat we die pilaar toch, aan het begin van de... Dat we daar in het hokje... Oh, in het hokje! In het hokje inderdaad! Ja. Oké, GG. Ja, daar had ik niet meer aan gedacht. We zaten inderdaad in die opbergkast, dat was hem. Paarse remp weer hier. Komt er de buis in, zegt hij. Ja, dan gaan we naar boven, denk ik. Ja, er zit helemaal niks qua obstakels, gelukkig. Oh, niet opploffen. Nee, dit is hem niet. Is dit hem ook niet? Is het ook niet? Nee. Dat meen je niet. Wacht, ik ga even beneden kijken. Want wat als je daar gewoon op de grond landt? Oftewel, ja, niet hier. Wat als je op die boot landt of wat het ook? Is dat gewoon de kade? Nee, wacht, dat is de kade. Wat als je op de kade landt? Ja. Dat is voor me allemaal dicht wat ik zag. Oh ja, en hier val je het water in. Maar heeft hij daar niet onzichtbare remps neergezet? Nou, ik zie niks. Ik zie wel nog iets zwarts door de muur heen steken aan de andere kant. Wacht, ik ga heel even terug. Ah, dit is serieus een moeilijke trollbox hoor, maar het ons al gewaarschuwd. Ik denk dat we even moeten gaan respawnen, denk ik. Nee, wacht. Ik ga niet respawnen, dan wil ik eerst kijken of we niet gewoon het water in kunnen. Dan proberen we tenminste nog wat, in plaats van dat we gewoon gaan respawnen. Want ik neem gewoon een aanloop, ja? Ik neem gewoon een aanloop tegen die witte muur aan. Oké. Het is niks. Nee. En ik zie hier ook verder niks. Dit was gewoon, dit liep gewoon helemaal dood. Je kon gewoon geen kant op. Ja. Maar waar zit überhaupt de checkpoint? Oh, de checkpoint zit hier letterlijk... onder ons. Nee, boven ons toch? Nee, onder ons. Hij klopt niet. Druk maar op rondje. Je poppetje die kijkt een beetje... Hij kijkt niet naar boven. Hij focust naar beneden. Ja, bij mij... En net... Kijk eens op je map linksonder. Ja, dat pelt... Dat weet ik. Maar net toen we bij die boot waren... Toen we er helemaal op de grond stonden... Toen stond hij gewoon als een rondje. Zonder pels, zonder niks. Dus ik ga er echt vanuit dat hij onder ons zit. Maar we waren net wel... Helemaal beneden. Wacht, nu sta ik verkeerd om. Oh. Oh. Oké. Okay. Naar rechts. Wat was naar rechts ook alweer? Oh, dat was daar. Want ik probeer gewoon even terug te springen naar links. Even kijken.
Want hier heeft hij het afgesloten. Maar zit er hier niet nog iets anders? Oh, wacht. Wacht. Oh nee, die zit helemaal dicht. Oh, dat meen je niet. Die zit helemaal dicht. Ik zie wel dat die groene buis... Nee, maar die groene buis die gaat ook naar omhoog. Oh, wacht. Nu zegt hij wel dat de checkpoint boven me zit. Die race die snapt het zelf ook gewoon niet meer. Zien we nog ergens anders een 4? Nee. Oké, okay, ik zit even hier bij de respawn aan het kijken. Want ik zie een hele groene buis lopen. Zie ik aan de muurkant nog een rempje in de verte. Ja. Ja, en die buis die gaat helemaal omhoog. Ja, Mike die was buiten aan het rijden. Daarom was hij stil. Die was... Oh! Wat? Mike! Dit was echt de meest random shit ooit, ouwe. Ik rijd dwars door een muur heen. Kijk. Wat? Mike, kijk waar ik sta op de map. Rij gewoon vol die muur omhoog. Waar ik sta. Wat? Wat de hel? Ik heb dit met zoveel geluk gehad. Ik heb geen idee. Alleen er zit hier wel een onzichtbaar iets. Dus je kan waar ik nu sta niet verder. Maar ik moet even kijken. Want ik kan misschien wel rechts erlangs. Dit was wel echt... Oh nee, ik val naar beneden. Dus kijk uit. Dit was echt puur toeval, man. Maar misschien zitten er wel meerdere van die gaten in de muur. Nou, je moet er gewoon overheen proberen te jumpen, denk Wacht, ik, of zo. Is het niet... Wacht, hij zet een 4 op de muur. Is het niet 1, 2, 3, 4 van rechts? Snap je wel? Je hebt van die zwarte vakjes. Ja. Dit is vak 4 en dan rijden we recht omhoog. En daar zit het gat. Ik denk dat hij dat bedoelt met 4. 4 van links misschien ook nog een gat. Ja, dat zou misschien ook nog wel kunnen, ja. Want misschien dat die 4 betekent. Nee. Oké, wacht. We weten nu wel dat daar een gat zit. En we weten dus ook dat er nog een heel stuk boven deze kamer zit. En wacht. Wat zie ik hier? Ja, ik zag het letterlijk. Ik zag het op hetzelfde moment. Wat? Wacht. Oké, deze kant loopt dood. Ze moeten de andere kant... Oh, ik help je. Hier. Oh. Ja, dank je. Dan leg ik ondersteboven erin volgens mij niet. Ja. Wacht hier. Ja, nu naar links rijden. Ja. Nice. Oké, waar gaat dit naartoe? Dit gaat weer terug voor mij. Oh, dit was de officiële manier om naar boven te komen. Wauw. Wauw, oké, dan ben je hier dus weer. Nee, we moeten echt iets doen met dat gat, denk ik. Moet je hem niet langzamer doen, dat je dan hem wel haalt? Of ik moet even kijken. Nou, ik ga eens gewoon weer vol gas. Ja, ik probeer hem langzaam te doen. Oh, ik heb je! Jij bent erover! Thanks! Ja, jij bent erover! Maar heb ik hem nou, is het mij de vraag? Ja, dat weet ik niet. Jij bent wel daar nu, door mij. Maar ik ging langzaam en ik haalde hem ook bij. Dus ik denk dat je gewoon heel langzaam moet doen. Is dat hem? Ja, ik heb hem, want ik zie de checkpoint letterlijk. Oké, wacht. Dan ga ik het heel langzaam doen. Even kijken waar ik dan uitkom. Heel langzaam. Waar ben ik? Oh, ik kwam niet eens hoog genoeg. Oké, iets sneller. Bro, ik heb jou gewoon eroverheen gebeukt, jongen. Ja. Probeer anders je auto gewoon helemaal te flippen en dat soort rare. Oh, op het randje. Langzamer werkt wel beter. Of... Maar probeer hem snel dan eens. Ik probeer hem eerst één keer achteruit. Dan probeer ik hem heel snel. Oké, één keer achteruit. Wacht. Oké, ik ga hem niet achteruit proberen. Want hij veel te traag, zeker of niet? Nou, ik kom hier niet eens boven. Oké, nu probeer ik hem met volle snelheid. En anders blijf ik hem even langzaam proberen. Want ik kom dan wel op het witte muurtje. Maar dan moet ik er net overheen ketsen. Oké, nummer 4. 1, 2, 3, 4. Dit is hem. Hoi! Ja! Nee! Oh, daar zit ook een onzichtbaar randje. Zag je net? Maar, ik heb hem. Hoi. Oké, let's go. Er zat helemaal boven. Ik was echt heel hoog. Er zat nog een onzichtbaar platform. Oké, hoeveel checkpoints? Nog 4. Deze pijl die staat wel heel sus, ouwe. Ja. Oh, nee, we zijn er. Dat was gewoon de bedoeling.
En nu moeten we er zeker naar boven toe. En nu moeten we weer terug naar boven. Fuck. Gadverdamme. Ik heb hier toch echt zo hekel aan. Ja, het ding is, nou ik wil eigenlijk dit kapot maken, maar... Dat krijg je niet zo kapot volgens mij. Nee, misschien als ik vol tegen een muur aanrij. Wacht, ik ga dat eens proberen. Want dit had je al gecheckt hier in de hoek met dat bosje. Ja, dat loopt dood, Maar de volgende checkpoint, shit. Oké, ja, echt erbuiten. Ik ga denk ik toch echt weer even proberen terug te komen waar we net waren. Ja. Dat was wel echt geluk dat ik had gevonden, want de clue die snapte ik niet namelijk. Oké, hier zit dat onzichtbare randje, ja. Maar misschien... dat er hier nog wel iets anders zit. Zo, ik vlieg mega hoog. Ja, let op, want daar zit een onzichtbaar randje, let op. Nee, dit zit volgens mij helemaal dicht. Wacht! Kunnen we niet... Jan, kom eens helemaal terug naar mij. Bij die pijl. Maar ik heb iets gevonden. Ik kom eraan. Deze race is wel echt, echt heel erg gaaf. Wacht even, ik zie alleen maar mijn roze haar. Thanks! Ja, dank u! Ja, ik weet niet of je daar nou naartoe moet. Ja, wacht. Want dan kom je er wel uit, wat ik weet. Ja, ik kan sowieso... Ik zit wel op de juiste hoogte nu. Dus voordat ik die boost ga pakken daar... rijd ik eerst even hier naartoe. Even kijken of hier misschien ook wel een gat in de... Ja, maar ik zie het aan de... props die Guido heeft gebruikt. Dat je er doorheen kan rijden. Ik heb hier een heel smal brievenbusje. We gaan het gewoon proberen. Ik ga er gewoon voor. Dank u. Ik ga er gewoon voor. Astu. Oké, ik denk dat dit een troll is. Ik denk ook dat dit... Ik denk serieus ook dat dit een troll is, maar we moeten het wel even checken natuurlijk. Wacht. Wacht eens even. Ja, gaat er ergens een hoekje in. Ja, maar hier... Oké, maar checkpoint zit hoger toch nu? Ja, nu zitten we te laag, maar we kunnen wel door dit hek heen springen. Oh, wacht even, dat hek, dat is best wel stevig. Ja, dank je. Ja, mij niet. Oh! Nee. Nee, oké, dat is niks. Hier omheen even kijken. Hier staat een nummer 7. Ik heb een nummer 7 gevonden nu. Nee. Waar? Ja, daar staat daar gewoon, dat hoort gewoon bij het gebouw. Moeten we niet ergens opkomen met die bowlingballen? Nee, ik denk niet hoor. Ik denk dat wij een andere route hadden moeten hebben, Jan. Wacht, waarom zit hier zo'n raar... Waarom zit hier zo'n rare plop? Dat is geen deur. Hij is door de muur heen. Er is wel een deur, maar... Hij heeft daar de prop doorheen kunnen krijgen. Gaat goed. Ja, gaat goed. Ik ga denk ik respawnen hoor, Jan. Ik... ga... ook respawnen. Hetzelfde doen, want we kunnen inderdaad ook niet meer weg hier. Heb je dezelfde route wat we net hadden? Ja, ik probeer alleen dit nog even. Oh. Want als je... Nee, dat werkt niet. Oké, ja. Als je meteen respawnt, zie je ook bezig, die Bart. Groene buis die we net zagen een klein stukje. Ja, maar ik weet niet hoe je daarin komt. Oh. Nou, dat is net de route die wij net hadden. Oh, kom. Oh, dit... Ja, kijk uit voor dat onzichtbare randje. Wij gingen te zacht. Of de andere kant op tussen die... Ja, wij gingen die brievenbus door. Maar er zat nog wel een rampje met ook een booster bij, ja. Het is wel echt een goede trollrace, man. Oké, hier rustig doorheen. Oh, ik lig weer op de top. En dan... je doet het wel goed, hè, hier. Ja, maar kan je... Hier. Kan je niet de andere kant ook nog op? Thanks. Oh, nu lig jij op de kop. Ik weer ondersteboven. Wacht, ik kom even op vast. Je. Nee, hier. Ik zie niks. Ja, en dan kan je hier omkeren. Ik pak wel even volle snelheid, ja? Kijk wat er dan gebeurt. Daar ga ik. Huh! Oh! Ho! Ik ben in de groene buis! Volle snelheid! Ben je in de groene buis?
Of dit het is, dat weten we niet, hè? Hoi. Hoi. Oh, ik was net te laat. Oké, nu. Nee. Ja. Nu! Volgens mij, als je... Oké. Okay. Jan? Ja? Ik heb denk ik de route al gevonden, maar we gaan eerst even jouw kant op. Ja, ik ga eerst even hier kijken, dan kom ik eraan. Ik kan wel nog doorrijden voor nu. Want we kunnen nu wel de checkpoint zien zitten, zeker. Ik loop dood. Ja? Ja. Ben je er al uitgesprongen? Nee, toch? Nee, ik kom weer terug. Ik kom er weer aan. Oké. Okay. Ho, 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 ho. Ja. Hallo. Ja, gaat lekker. Oké, okay, andere kant checken. Even wachten. Even wachten op deze draaidingen. Dankjewel, Tom Lodders. Dankjewel, jongen. Kijk, als je goed oplet hieronder, zie je een platform zitten. Oh, dus... maar dan moet je eerst naar de andere kant springen, dan dat platform op. Ja. Ja. Oh, jij hebt geluk, jongen. Ik wacht eerst even tot jij daar weg is... bent en dan kom ik achter je aan. Dat lijkt me het slimste. Je kan niet op die... iemand zegt in de chat dat je ook op die muur kan springen aan de zijkant, maar dat kan niet. Kijk. Omdat... je letterlijk... Je zit in een soort onzichtbare muurkubus, waardoor je dus niet kan cheaten. Guido is de racemaker. Guido weet wel hoe het werkt. Ik vertrouw je dus helemaal niks van. Nee, ik kom achter je aan. Nou, als dit het wel is, want het is... Ja, jij bent nu als eerste. Jij mag het als eerste doen. Ja, ik ben er. Ja, maar ben je ook bij de checkpoint? Want anders moeten we er langs springen namelijk. Ik ben er niet. Je bent verkeerd. Ja. Maar ik kan zo weer terugjumpen. Ik ben naast de checkpoint, maar er staat hier... een oranje muur. Kan jij niet via boven naar beneden komen? Dat weet ik dus niet, maar daar is de checkpoint wel? Ja, de checkpoint zit letterlijk naast me. Ja. Kan je niet op het blauwe platform onder je? Ik kan hier letterlijk... Nee, ik kan hier niet wegkomen. Ik ben even op zoek naar een onzichtbaar randje. Wacht, wat was dat? Was dat de vangrail of was dat... Oh nee, dat was de vangrail. Ik zie wel dat er een opening in die oranje buis zit. Maar die oranje buis, daar was jij net op die brug, toch? Ja. Maar daar kon je niet in. Nee. Oh. Weet je wat ik eigenlijk wil doen? Ik wil heel even snel dit platform hier op de grond kapot maken. Eeuw, man. Dan land ik gewoon mijn auto erop. Yo. En ik spring ernaast. Oké. Daar gaan we het niet over hebben. We zijn nog even bezig met de trollrace, hoor, Ryan. Oh, dan kom ik op het goede moment. Ja, dan heb je geluk, want dan hoef jij hem niet te doen. Ja, dat bedoel ik. Ja, GG. Ja, ik kon het niet kapot maken, want ik viel ernaast. Daar wil ik het niet meer over hebben. Zo, ik ga nu echt heel hoog. En kijk, zie je, je wordt in een kubus gehouden. Zie je in de chat? Daarom kan je niet op de muur springen. Dat is de reden. Wat wou je zeggen? Nou, ik zie op de groene buis zie ik ook nog allemaal dingen staan. Allemaal rempjes en dat soort dingen. En hoe kan je ooit daar komt? De groene... Wacht eens even. Ja, om een half rondje in te gaan draaien, denk ik. Wacht eens even. Hoe ver loopt dit door? Oh, hier stopt het. Oké. Okay. Ik sta nu... op dat onzichtbare stuk. Wacht, kan ik hier ook keren? Oh, wacht, ik ga het even proberen hoor. Ik wil er alleen niet afvallen. Wat zijn jullie aan het doen voor Trores? Voor Guido. Nou, het ziet er gezellig uit. Ja, zeker. Hè? Het is ook zeker gezellig, ja. Het is wel een beetje moeilijk, maar. Al 13 minuten bezig bijna. Ja, maar we zijn er bijna. Nog maar 3 checkpoints. Oké, dit is helemaal niks, chat. Ik wou het even uittesten. Kan ik hier ook nog wegkomen of zit ik nou echt vast? Kan ik hem niet even omrollen? Auto. Ja, rol. En dan doorrollen. Ja. Oké, of niet.
Mike, ik heb even wat technical difficulties hoor. Ja, ik zit zelf ook onder stroom. Dankjewel, dankjewel, Jappie. Dankjewel voor je support, jongen. Thank you. Zijn je dingen nu nog steeds kapot? Wat zeg jij nou? Ja, je laatste... onder mijn hoofd, ja. Ja, ze werken gewoon niet meer. Dat programma werkt gewoon niet meer. Het is weer tijd voor een nieuwe overlay. Ik kan niet maken. nee, doe maar niet. Zit ik nou weer vast? Ben ik nou helemaal gerespawnd om weer hier vast te zitten? Nou, wat is hier de kans van, ouwe? God damn it ook. Dat slaat ook helemaal nergens op, man. Ik respawn helemaal en dan zit ik vast op hetzelfde plekje. Ik ga het gewoon langzamer doen. Na deze race doen we weer race met kijkers, ja Bart. Alleen trollraces doen we apart. Zodat we gewoon even kunnen uitvogelen wat we moeten doen. In plaats van dat we 28 andere auto's zien rondrijden. Weet je wat, kan ik hem niet gewoon beter achteruit doen? Wacht. Kijk, dit is veel makkelijker. Hoi Mike. Hoi. Ik zit even te kijken of we aan de andere kant kunnen komen. Kijken of we hier heel zachtjes kunnen. Wacht, ik kan je een setje geven. Wacht, hier. Nee, er zit niks. Ik wou je net een setje geven, jongen. Ik krijg zo die boost op. Ja, ik ga gewoon weer proberen om aan de andere kant te komen. Die oranje buis was wel iets waar we net waren, maar... Oké, ik ben weer in de groene buis. Kan je niet? Ik kom er dus gewoon... Ik ben er vol tegen aangeknald tegen iets. Wacht, ik ga proberen om uit die groene buis te springen vanaf hier. Nee, wacht. Dan land je gewoon weer... Nee. Dan land je gewoon op de grond. Oké. Ik denk wel echt dat we heel dicht in de buurt zitten, hoor. Want dit... Hij heeft hier zoveel gemaakt. Als dit allemaal een troll is... Dan is Guido echt gek. Nee, je weet me nooit, hè? Ja, nee, dat wel, ja. Zometeen is het zo simpel als iets, hè? Dat kan ook. Kan jij zometeen die groene buis nog een keer omspitten? Of er niet een... Net zo goed. Een neppe muur in zit? Ik rij hier ook even tegen de muur aan. Kijken of ik hier ergens een gat vind. Want kijk, hier is het net een andere kleur, deze. Deze is net iets wit. Mike? Ja? Ik heb hier letterlijk een randje waar ik ben. En waar ben jij precies? Dit is net een lichtere kleur muur namelijk. Ik ben onder de groene buis, maar misschien dat het dus in de groene buis, waar ik nu niet meer kan komen, dat het daar iets zit, want ik heb hier namelijk een onzichtbaar randje. Je ziet zo meteen als je in die groene buis bent dat er... Nu rijk ik er bijna vanaf daardoor, jongen. Je ziet zometeen in de groene buis, één stukje witte muur is net iets witter dan de andere stukjes witte muur. Oké, ik ga heel even... Ik ben heel even de brug opgesprongen, want ik wil toch even kijken hier. Wat als je val rijdt en eruit springt? Waar kom je dan uit? Wacht. Ik ga proberen om over dat stukje muur heen te springen met een valrijd. Kijken of dat werkt. Het is ook wel mooi, want de maker van de race zit niet in de chat. Dus we moeten het echt zelf uitzoeken vandaag. Oké, wacht. Wallride proberen. Ja. En dan eruit. Oké, dat is gelukt. Maar... Kan ik hier ergens... Kom je er dan? Ja, dat is de vraag. Dan steekt hij wel een stuk muur uit. Maar daar kan je niet doorheen. Dan ga ik toch ook even deze muur checken. Moet je niet gewoon heel over die kamer van die brug rijden? Nee, want we hebben T20, dus dat gaat nooit lukken. Dat kan gewoon niet. Dat past toch net? Ja, met de motor. Au. Nee, oké, dit loopt ook dood. Hier kan je niet verder. Boodschap!
Nee, ook geen onzichtbare ramp, niks. Oké, okay, dat loopt dus echt dood. Dan weten we dat sowieso. Die andere route waar ik net was, loopt ook echt dood. Maar ik... ja, ik wil nog wel even dat stukje checken, Mike. Met dat andere kleurtje wit. Nee, is goed. We weten niet waar... Wacht, waar zit die oranje buisopening überhaupt? Ho. Wow, joh, ik heb geluk. Stap gewoon uit je auto. Ja, als dat kon, Baris, dan hadden we allemaal lang, inderdaad. Dat was wel een goeie geweest. Oké, wacht, ik kom er weer aan, hoor. Oké. Gas erop. Ik haal hem nu wel. Hop. Goedendag! Oké, waar zat dat stukje muur? Ja, hier, Mike. Kijk, hier. Kijk, als je hier tegenaan rijdt... Ja, maar kan je niet gewoon zo vol naar boven rijden of zo? Ik probeer dan. Zie je, die muur is echt anders. Ik zweer dat die muur is anders. Moet ik je even helpen? Kijk maar boven. Nee, kom los. Ik weet niet, ik wil het gewoon proberen, want waarom zit daar... Ja, ik zie het ook. Die muur is anders daarboven, hè? Ja. Maar ik denk niet dat we hier doorheen gaan komen, als ik eerlijk ben. Als dit hem wel is, is die echt wel smerig. Het is wel iets anders. Misschien een half gas of zo, dat we er iets aan een niveautje eronder moeten springen. Ja, want het is deze. Letterlijk waar ik nu voor sta. Deze is het. Dit is een andere muur dan die andere. Mhm. Ja, wat? Je auto blijft erin hangen. Wat, echt? Oh, dat zag ik niet eens. Wacht, ik probeer hem iets langzamer. Ja, dat krijg ik inval. Wacht. Ja, er zit daar wel iets, hoor. Wacht, probeer jij het eens? Dan kan ik even bij jou kijken. Waar zit precies dat ding ook weer? Hier. Waar we hier zo. Waar ik nu sta. Daar. Bij deze streep hier. Ja. Dan kijk ik even in de lucht. Nee, bij mij rijden je echt gewoon vol tegen de muur aan. Het is wel echt een andere muur, maar ik denk toch wel dat dat ook een troll is, hoor. Dat kan niet anders. Anders is die wel echt heel moeilijk. Het is hem wel. Ik ben er doorheen, Jan. What the fuck? Nee, doe normaal, hoor. Ik ben er doorheen. Geen grap. What the fuck? Waar? Kijk maar, als je goed oplet, ik steek nu mijn autootje eruit. What? Bro, doe even normaal, hoor. Nee. Wacht, ik ga precies staan waar jij staat. Even op de map kijken. Wacht, even inzoomen op de map, hoor. Ja, ik sta ongeveer... Ik denk dat het deze... Hij zit dus iets lager, toch? Nee, ik zie hem nu... Gewoon dat je hem in één keer... Oh! Maar heb je hem nou? Ja? Hoi? Ik ben net... Wat is dit? Oh, dit is heel dit creepy. Dit is echt de meest vieze trollrace ooit. Ik zit hier wel vast. Ik kan niet meer naar achter. Dat is wel een probleem. Ja, maar wacht. Wat nu dan? Want nu zitten we weer bij die boot waar we al eerder waren. Oh, wacht. Waarschijnlijk dat witte ding op nu. Ik durf niet, Mike. Ik durf niet. Volgens mij gewoon. Ik zei toch dat er daar een randje uitstak? Ik zei het, hè? Oh, ik had het bijna opgegeven. Naast. En toen had jij hem. Oké, wacht. Ja, ik rijd naar boven. Ik zit nu op de groene buis. Er zit een remschijf. Voorzichtig. Even dat het een boost was. Ik zit nu op de groene buis. Maar... Ja, en dan naar rechts nee, toe, volgens mij. We zijn er nog niet. Of naar links toe. Nee, links. Het loopt hier dood. Kijk hier links. Kijk hier links. Ja, ik zie het. Oh, ik wil er niet afvallen. Echt niet. Nee. Oh. Voorzichtig hier, hoor. Dit is echt een van de beste trollraces die ik echt het hele jaar heb gedaan. Ik durf niet meer. Ga jij maar als eerst. Ik durf echt niet meer. Ja, is goed, hè. Kan je daar op? Ja, je kan hier op. Oké. Zijn we een stukje verder. Yo, Liam, jongen. Als je mee wilt doen, Liam, laat weten, bro. Er is gewoon nog plekje voor je.
Oh, er zit een gat in die oranje buis in de rand daar. Als je goed kijkt. Oranje hier? Buis? Ja, hier linksonder. Wacht. Je ziet toch... Je ziet de oranje oh, buis. Oh ja, maar dan moet je waarschijnlijk gewoon de platform volgen. Gewoon kijk, want hier staat ook een pijl. En Guido ja, die... Even wachten. Nee, ik ga het gewoon doen. Ja. Ik ga het gewoon doen! Ik heb er schijt aan! Niet te hard, Mike. Zij niet te hard. Nee, nee, Jan. Want er zit hier nog ook een stuk met onzichtbare gedeelte, hoor, Jan. Maar kan jij even die buis proberen? Ja, ik test even die buis, want er zit nu nog een andere weg. Ja, maar dit kan toch niet allemaal voor één checkpoint zijn? Oh, Mike gaat een gat in. Mike gaat een gat in. Ik spring er overheen. Is dat nee, hem? Nee, ik verzuip bijna hier. Maar is het hem? Nou, ik ben in de buurt. Maar of het hem is? Geen idee. Oh mijn god, ik... Maar dit kan nee, toch dit niet? Is niet? Is dat hem ook niet? Volgens mij niet. Ik zie helemaal geen uitgang hier. Dit kan toch niet allemaal voor één checkpoint zijn? Zitten we niet al gewoon verder? Dat we dit zo meteen moeten doen? Dit kan toch niet voor één checkpoint zijn? Nou, want ik kom hier niet meer in. Nog wel even kussen, Liam. Oh, dit wel, het is hem wel. Nee, echt? Ja, hij zit echt zo'n heel klein gleufje. Oké. Wacht op mij. Ik kom er zo snel mogelijk aan, maar ik moet eerst een route afleggen van 5 kilometer. Oké. Hier eroverheen. Ja. Dan kun je met je meegaan, want ik kan binnen even komen. Nee, lukt wel. Ik ben nu aan de groene buis. Ja. Ik weet nog waar het is namelijk. Want hier was het. Bij dit stukje muur, dat weet ik nu uit mijn hoofd. Kijk. Moeten we niet te snel, niet te langzaam. Oh. Oké, wacht. Het was misschien niet dit stukje muur. Jawel, het was wel dit stukje muur, toch? Of was er één verder? Wacht, nu weet ik niet meer welk stukje... De remsporen zijn verdwenen. Als dat nou ook in het real life in de wc gebeurt, dan zou het wel handig zijn. Maar dat is niet het geval. Fuck. Het was bij zo'n... zo'n dikke groene lijn was het. Oh, jawel! Ik heb hem. Zo lukte die wel, zo kon ik het zien namelijk. Oké, hier er langs. Dan hier erop draaien. Dan niet eraf vallen, want dat is best wel tricky omdat er een onzichtbaar platform zit. Bro, er zit daar een remschijf, maar door die remschijf kan je niet meer gas geven en niet meer remmen. Dus je vliegt er eigenlijk gewoon overheen, maar ik heb hem. Ik heb hem nog. Het gaat nog ja? goed. Ja, ik weet niet hoe. Nee, ik heb hem nog niet, maar ik heb dit stuk. Hoe hebben we dit kunnen vinden? 41 minuten zoeken, Liam. Oké. Ja, letterlijk zo. Niet te snel, Jan. Even voor mezelf. Jan, ik kijk je nu aan in de camera. Niet te snel. Oh, wat had je geluk op die groene buis, Jan. Nee, echt skills, Mike. Oh. Ja, ik ben erin. Oké. Kijk uit dat je niet verzuipt hier, hè. Het gat in. Goedemorgen. Dan achteruit. Gewoon de weg volgen. Maar... Ja. Maar die oranje rem op? Een klein stukje omhoog. Ja? Oh, dan gewoon naar boven rijden. Iets naar oh ja, want daar zit die opening. Wacht. Hier. Oh, ik ben al te hoog. Waar ik nu staan. Ik kom eraan. Hallo! Ik ging al bijna de vangrail over. Let's go! Oké, maar wacht. We zijn nog niet. We moeten nog... Nee. We moeten nog... Een checkpoint. Ja, ik weet waarschijnlijk het volgende stuk al. Of is dit... Nee, dit is sowieso de troll nog. Ja, wacht, er komt nog een finish. Ja. Die zit boven. Jan, dezelfde route weer? Ja, we gaan weer naar boven. Met... We moeten waar alleen de finish nog, chat. We zijn er bijna na 42 minuten. Ik ben volledig gecrashed ik ook, hier. Ik ook. Maar ik zag al een ander gedeelte bij dat die jump die je moest maken bij die oranje, op het oranje stuk. Er zat aan de zijkant weer een muur waar je er helemaal doorheen kon. Oh mijn god, ik ben echt een mafkees. Kijk, er is een reden waarom we dit soort races tijdens de stream doen. Want als we dit tijdens een video doen, hadden we het al lang opgegeven. Dus het
Het is misschien ook maar beter dat we deze tijdens een... Ik kom... Ho! Naar beneden. Hij gaat lekker, hè? Ja. Oké, ja. Nu hebben we hem. We zijn er bijna. We zijn ook al 10 keer naar boven gereden, nu lukt het niet meer. Dan zie je dat het te lang duurt, hè? Dan is onze concentratie weg. Oké, ik heb hem. Ik ook. Welk gedeelte moeten we nu naartoe dan? Nou, gewoon dezelfde route, die buis weer, hetzelfde allemaal. Gewoon weer de groene buis in. Ja. Oké, je kan niet best achteruit. Ja, zo kan het ook. Kijk, achteruit is die makkelijk, ja. Kijk. Gewoon even keren. Dat kan ook. Oh, oké. Okay. Ja. Achteruit was die heel erg makkelijk, maar nu... Nu kwam ik verkeerd om uit. Oké. Okay. Ik volg jou. Let's go, gas erop. Hop, dan gaan we de groene buis weer in. Jabba-jabba-doe. En dan gaan we weer hetzelfde stuk weer doen. Weer dat gat, hoor. Deden. Ja. Oké, wacht. Mike heeft een idee, jongens. Of dit idee er klopt, of dit idee is verkeerd. Ah, ja. Iets naar rechts. Iets naar rechts. Het is deze, toch? Oh, Mike, het is deze, toch? Of is het die bij jou? Wacht, je kan... Deze? Je kan het beste, kan je... Het is deze, ik heb hem. Oh, oké. Ik hou hem mond wel. Let op die remschijf, hè, als je daar weer naartoe moet. Okay, ja, die heb ik wel. Ja, ik bedoel die remschijf als je naar boven rijdt. Die bedoel ik. Oh, oké. Oh, die is echt, echt smerig. Ja, ik zei het, hè, want je rijdt gewoon rustig door, omdat je niks kan doen. Oh, ik heb het nu niet eens gekregen. Naar links? Ja, naar links. Oh ja, je had een andere route hier al gezien, ja. Oh ja, dan gaan we hier weer naar boven. Ja, alleen dan moeten we niet in de oranje buis springen nu. Nee. Moet ik hier niet ook vast blijven zitten? Kijk, ik keek hier een beetje naar de plaatsing van de props hier. En dan zag ik al dat dit helemaal verkeerd stond hier. Ja, kijk, hier kom je weer achter op een muur. Waar je weer een rempje op kan. En dan zit ik hier vast, denk ik. Nee, je rijdt door. Ik wacht hier even, ja? Ik wacht wel even. Lukt het nog? Dit echt... Lukt die nog? Voor geen meter. Ik ben verder in een buis. Kan ik er weer onderlangs? Wacht, ik kom achter je aan ook. Ik weet niet of ik het goed doe, hoor. Ja, ik ook niet. Hoi. Hoi. Ja, we komen hier bovenuit. En hebben we de finish. Ja, let's go! Let's go! 46 minuten, ouwe! Yo! Let's go! Let's go! Wat een teamwork, man! Let's go! Als jij deze alleen had gedaan, of als ik deze alleen had gedaan, dan waren we nog 2 keer langer bezig, ouwe. Ja. Deze was echt, echt super vet. Wat een race, jongen. Wow, yo. Guido. Applausje. Deze was echt goed. Echt een duim omhoog zitten. Ja, ik geef hem ook een duimpje omhoog. Hoppa, let's go. Je kan hem alleen een duimpje omhoog geven als je finish, want anders komt er automatisch een dislike bij. Ja. Maar deze, ja, dit was... Wat een vieze zooi dit, jongen. Oh. Woe! Ja, dat vind ik wel vet dat we hem gewoon hebben gehaald. En we hebben het niet opgegeven. We hebben alles geprobeerd. Eindelijk. Ja, hey, we hebben hem wel gehaald, Rijn. We hebben hem wel gehaald. Ja, ik had hem in 15 minuten gehaald. Ja, je had gewoon even opgezocht hoe die moest, zeker. Ja, en nu heb ik tutorial. Ja, nu kan je onze video volgen. Oh. Ja, deze was echt goed. Even kijken, want ik had wat dingen gemist namelijk. Dus ik start de volgende playlist op. Dus Rijn die speelt nog heel eventjes mee. Die kan even wat race meedoen. Half minuutje. Kwam Liam nou ook? Want ik heb eigenlijk zijn chatberichten gemist. Ja, hij zei het tot hoe lang we doorgingen. Ja, ik weet niet tot hoe lang. Oh, Liam, ik ga nu een nieuwe playlist starten, Liam. Dus mocht je nog mee willen doen, laat me weten. En Flashlight, oftewel de andere maker van andere races, die zegt in de chat: jullie zijn sneller dan een Franse gast die expert is in trollboxen. Want hij had er een uur over gedaan. Let's go, oh, Nederland aan de top! Jan had hem alleen gelezen. Nee, deze race heb ik nog nooit gezien. Ik heb geen idee wat we moesten doen. Mike ook niet. Ik ook niet. Anders doen we er toch geen 3 kwartier over, bro. Weet je hoeveel routes we hebben geprobeerd? Weet je hoe vaak we hebben gefaald?
Nee. Ik kan je zeggen vaak. Oei, oei, oei. Eens even kijken. Ik heb nog één playlistje staan, nog wat races. Het is wel zo dat we bij 1500 likes tijdens de livestream nog een moeilijke, onmogelijke race gaan starten. Onmogelijk tussen haakjes. Dus ben je er live bij? Vergeet het natuurlijk niet. Op dat duimpje omhoog te drukken, dan wordt die blauw of dan krijg je confetti. Ligt eraan of je je app hebt geüpdate. En bij 1500 likes doen we sowieso nog een moeilijke race. Maar ik heb tegelijkertijd ook nog wat donaties gemist, want Pina Killer, die had nog een €2,49 donatie achtergelaten. En zegt erbij, best is lang back, dacht gelijk aan Dennis Piepstem. Ja, Dennis Piepstem, die, nee, die is er niet meer. Die is ook druk met werk en het echte leven natuurlijk. Maar ik zal eens even iedereen inviten. Jullie krijgen als het goed is nu een invite. Moet je even zeggen als je hem hebt, dan invite de crew erbij. Totdat er 30 mannen zit, want dan zit hij weer vol. Dus dankjewel, Pina Killer, nog voor je super tank. Super gaaf van je. Iris, die had nog een €5 donatie achtergelaten. Dus Iris, je krijgt sowieso een high five van mij. En ze zegt erbij, fijne avond voor jullie allemaal gewenst. Dankjewel, dankjewel. Heel mijn gezinnetje kijkt bij elke upload met veel plezier naar je video's. Doe zo verder en maak nog veel plezier. Dat is de eerste keer dat ik bij iemand doneer. Dan zeg ik wel alvast excuses dat het zo lang duurde. Want dat gebeurt wel eens bij ons. Maar Iris, dankjewel voor al je support. Doe iedereen de groetjes daar thuis. En blijf lekker genieten van de video's. Want daar gaat het natuurlijk om. Dankjewel, dankjewel voor al je support. Milan Robert, die had nog een €3 supertext achtergelaten. En zegt erbij, yo Jaraski, groot fan hier. Ik wil later graag YouTuber, net als jou worden. Heb je nog tips? Keep up the good work, groetjes en pro killer. Ik zou zeggen, blijf lekker jezelf. Maak video's die je zelf leuk vindt. Zorg ervoor dat je een beetje crypto plakt in de video's als er een saai moment is. Dat doen wij namelijk ook in de GTA-video's. Soms is het even iets saaier. Of dan rij ik helemaal alleen. Dus dat knippen we eruit. Dankjewel Sven. Dankjewel voor de tip. En maak gewoon leuke video's die je zelf ook leuk vindt. Want daar gaat het uiteindelijk ook om. Ik maak ook video's die ik zelf leuk vind. Want anders hou ik het ook niet vol. Dankjewel voor je support, man. En succes met je YouTube-kanaal. Emilio Zwart, die had ook nog een €5 supertext achtergelaten. Dus high five voor jou. En hij zegt erbij, Jojan, ik kan zelf geen Farming Simulator meer spelen door mijn spierziekten. Door jouw serie krijg ik toch dat farming gevoel. Blijf ze doorgaan. En ik kijk ook alle andere video's, hoor. Hey, lekker bezig, Emilio. En ja, succes met de ziekte. Ik weet niet precies wat voor spierziekte je hebt. Maar weet je, als je de video kan aanklikken, dan kan je toch nog even genieten, toch? Dan zorgen wij ervoor dat ze extra lang zijn. Dan kan je extra lang genieten. Maar dankjewel. Dankjewel voor je support, man. Storm. Die had ook nog een €5,99 supertanks achtergelaten. We zijn bijna bij, hoor, by the way. Dus high five voor jou. En hij zegt erbij, omdat je al jaren een legend bent, Jan. Hey, dankjewel, Storm Berlo. Voor je €5,99 supertanks. En blijf lekker genieten van de video's, jongen. Daar doen we het voor. Rednas Hirso. Of Rednas Hirso. Rednas Hero, die had nog een €1 donatie achtergelaten, zegt, wanneer 2023 setup tour? Het enige wat aan mijn setup is veranderd, is dat er meer stof bij is gekomen. Maar voor de rest is het nog steeds dezelfde setup als mijn setup video toen ik hier naartoe was verhuisd. Oftewel, 2,5 jaar geleden, denk ik. Dus ik zou die kijken als ik jou was. Al moet ik wel een nieuwe muis kopen, want mijn muis is kapot aan het gaan. Hij is nog niet helemaal kapot. Hij is kapot aan het gaan. Dus, nou, dat is wel vervelend. Maar dankjewel voor je 1 donatie, jongen. En als laatste heeft Jappie nog een €10 donatie achtergelaten. Dus 2 high fives voor jou. En hij zegt erbij, ga zo door, bro. En dat is precies ook wat we gaan doen. Want als Nick is gejoind, dan kunnen we de race starten. Dus, let's go. Hoezo vind je het niet meer leuk? Ik wil kijken naar de loterijuitslagen, maar die staan nog niet online. Oh, maar deze man is echt verslaafd, jongen. Helemaal niet. Echt, op de dag en de tijd precies klikt hij de trekkingen uit. Ik heb het gevoel dat ik ga winnen. Het gevoel ook nog wel. Nou ja, dan zal ik dat gevoel maar een klein beetje loslaten als ik jou was. Een heel apart gevoel. Gevoel van binnen. Als je zometeen in de club staat. Ja, dat is. Hey, Jappie, dankjewel nog voor je support, jongen. Dankjewel voor je donatie. Blijf lekker genieten van de stream. En iedereen die ook kijkt, jongens, blijf lekker genieten. We gaan nog eventjes door. En we gaan eens even kijken of we geen DNF's gaan halen, hè?
Ik moet weg. Later, Devonie. Dankjewel voor het kijken, bro. En ja, tot de volgende keer. Morgen staat er weer een nieuwe Forest aflevering online om 7 uur. Toch, Ryan? Heb jij hem al geëdit? Nee, we moeten hem nog opnemen, dus dat scheelt. Let's go. Randjes pakken. Gaan we ook weer pakken, hoor. Ja, iedereen, joh. Jesse Kok rijdt ook weer mee. Oh. Ja, die doet ook al jaren mee, hoor. Ja, nu wordt het oud, hè? Dat was een vangrailtje, Jan. Dat was een randje in de vangrail. Nou ja, ik maak wel voor de comeback, joh. Komt goed. Ik had vroeger altijd echt gewoon onwijs veel hekel aan vangrailraces. Ja, omdat die steek ook altijd overal uit, jongen, die dingen. Ho. Oh ja, dit is bij de W. Sorry hoor. Niet. Dit is een skill race, maar wel te verstaan skill race nummer 2. Niet 1, niet 3, nee, 2. Die heb ik al een keer gedaan. Nee, wij hebben 4 al een keer gedaan. Maar volgens mij was ik wel van plan om deze te doen, eerlijk gezegd. Heb je deze in je boekmark staan voor de opnames? Ik zag hem voorbij komen. Nou ja, in dat geval kan je alvast even oefenen. Maar ik dacht, ofwel skill test. Nee, skill race. Wacht, waar moet je naartoe? Oh, je moet gewoon naar beneden springen, joh. Ja, gewoon de boost naar boven. Sommige mensen halen het platform niet. Oh, dat nee, hey, dankjewel, Barry Bartje! Barry Bartje. Wauw. Er zit iets aan mijn oog. Zelf je auto draaien, hè? Ja, toppie. Hey, dankjewel, Barry Bartje. Hij heeft namelijk een 25 euro megaboodschap achtergelaten. Dus drop sowieso even een hartje voor hem in de chat. En hij zegt erbij: yo bro, lekker bezig. Ik pak er nog een biertje bij. Hey. Cheers. Met mijn watertje. Hey, proost jongen. Trek hem maar voor mij open. En geniet ervan. En we hebben tegelijkertijd ook aan het concentreren hier. Ryan ook. Ja, we zitten met drie bij elkaar ook gewoon. Hey, je mag 3 biertjes, Barry Bartje. 1 voor mij, 1 voor Ryan. En 1 voor Mike. Zijn jullie nou alle 2 ernaast? Ja, zeker. Ja, we zijn allemaal jullie zijn ernaast. Echt slecht, man. Ja, in een skill race. Ik heb geen concentratie meer na 3 kwartier een trollrace zoeken. Godsamme. Oh, ik heb er al geen zin meer in. Ik ga er vandoor. Nee! Zit er geen checkpoint? Zit er een checkpoint tussen? Ja, toch? Ja, oké, thanks. Ik had ook zwart scherm. Ik moest zo lang wachten, jongen. Oh, en nu rij ik er zelf naast. Wat is het voor een auto? De sessie zit heel snel vol, Alexander. Ik vlieg over de checkpoint heen, nee joh. Dus je moet een beetje geluk hebben dat je erin komt. Maar we starten best wel vaak een nieuwe playlist. Dus dan is er weer een kans voor andere mensen om erin te komen. Maar dankjewel nog, Barry Bartje, voor je supertanks. Oh, de resultaten staan online. God, nee, Ryan. Die man is echt verslaafd, hoor. 16, juist. Het is maar goed dat hij niet geld kan inzetten. Ja, ik ga nooit met jou naar het casino, dat weet ik wel. Nou, dat zijn we al een keer geweest al, hè? Ja, en toen had hij gewonnen, hè? Daarom ga ik ook nu nooit meer met hem naar het casino. Tussendoor, nice. Nee, ik heb niet gewonnen. Ik rij achter Titus. Die heb ik nog nooit in een sessie gezet. Nee, nou, wat heb je gewonnen? Nou, ook net voorbij komen. 4,30 euro. Nou, en hoeveel heb je uitgegeven? 2 euro. Oh, nou, dan heb je wel winst. Eerlijk. Let's go, kan je biertje van halen? Ja, nee, ik koop ik een nieuwe mee. Oh, nou, dan kan je zelfs 2 kopen. Ja. Plunk. Nog geen bier. Nee, we hebben het ook over alcoholvrij bier, hè? Dat is waar we altijd over praten, maar dat is een beetje een lang woord, ja. Dus... Ja. Vandaar dat we gewoon bier zeggen, maar we bedoelen alcoholvrij bier. Klinkt lekker. Ja. Oh, mijn spoiler blijft hangen. Nice. Hij zegt dat ik derde sta, maar dat klopt niet. Omdat die checkpoint achter me zit. Wacht, heb ik geen checkpoint gemist? Nee. Weet je het heel zeker? Want nu sta ik 13e namelijk. Ja, je gaat een heel rondje doen. Ja. Oké, top. Nice. Ja, maar ik kan niet. Ik wil niet keihard cheaten, nee. Ik kom niet. Hoe oud zijn jullie allemaal? Ik ben 12. Ik ben 6. Ik ben 3. Zitten we nou gewoon te rekenen, jongens? Delen door 2. Dan ben ik 1,5.
Oh, wat een redding. Wat een redding, jongen. Wow, yo. Dat scheelt echt. Wacht, rij je nou bij me? Ja, ik rij achter je. Oh, daar zag je mijn redding. Oh, de Mike. Die ging iets te snel, Mike. Ja, iets te snel. Ietsje maar, hoor. Zo zet ik je nog steeds vast. Waar zit je? Ja. Ik weet het niet. Ik krijg tegen een paaltje aan. Ik ga kijk uit, over de checkpoint. Kijk uit voor de lampjes, Mike. Ja, die zie ik. Ja, ik voelde hem. De rode brug. Wacht, ligt die gast nou weer zo ver achter? Ik zie hem niet eens op het... Oh, 24ste. Ik zat te kijken waar die stond, rijk ernaast. Ja, ik ook. Ja, ik ga nu recht naar boven een buis. Dit is gewoon om ons af te leiden, ik heb hem wel door. En nu ga ik een halve buis in. Oppas voor de stopbord. Kijk. Remmen, want anders glij je ernaast. Knal tegen de lijn. Dus. Alsjeblieft. En dan gaan we nu de walrijd op. Ik zie wel dat sommige mensen die spawnen, dus ik denk dat er nog een truc hier ergens komt met die walrijd. Oh, hij hobbelt. Oh, dat is het. Oh. Je kon ook gewoon naar beneden springen. Ja, op YouTube krijg je nu om het uur of zo een reclame volgens mij. Sorry, chat! Wacht, we wachten even tot de reclame voor ze voorbij is. Van de Last of Us. Oh, kijk. Dat is wel een goede reclame. Ja. Jan. Ja? Kut. Oh. Is de reclame voorbij, chat? Daarom ging ik ernaast. Ik dacht, dan kunnen ze wel dit zien. Nu is hij voorbij. Oh, kijk, nice. Maat. Toch wel weer een maat, wat zijn dit voor platformpjes? Je kan hem niet recht houden, hoor. Het is een wiebelplatform. Ja, maar er zit ook bij die laatste zit er extra ruimte tussen. Oh, nu ga ik wel recht. Nice, ik heb hem. Je moet toch verder, jongen. Awesome. Is er al iemand gefinished eigenlijk? Oh ja, nice. Lekker bezig, Sven. We zijn al twee lekker bezig, Jesse. Lekker bezig, Heren, want die gaat met een bal te spelen hier. Net achterin. GG, Heren. Ik ben over de stopbordje aan het rijden. Ben ik er ook bijna, denk ik. Oh, doe ik nog maar één bochtje naar rechts. Als ik nou ben je er bijna. Als ik nou even die gasten nog kan inhalen. Ze zitten allemaal te zweten hier. Is er al één naast gegaan? Ik wil ze eigenlijk nog inhalen. Nee, welke checkpoint zet je? Finish. Ga je gewoon volle vaart, Mike? Oh ja. Nice. Nou, dan kan ik hem niet meer inhalen. Lekker bezig, jongens. Lekker bezig. Goed gedaan. Haal goed gedaan. Sprongie. Was wel een leuke race. Wat ben je nou weer? Iemand in de chat zegt... Ik krijg geen reclame, maar de reclame doorspoelknop staat wel in mijn beeld. Ja, dan kan je de stream skippen. Waar rijdt die Ryan, jongen? Ryan, dat deed ik ook hetzelfde. Ik kan toch niet zien dat er daar iets aankomt. Waar is die? Met gas maken. Die gaat zo. Gaat hij nou nu al een DNF halen? Ja, hij is aan. Hij is bij die lampjes zo meteen op die band. Nee, Ryan. Het eerste van alles, zometeen moet ik direct vandoor. Zometeen doe je de races die je meedoet, alleen maar DNF's. Nee, Ryan. Bro, je ziet dat lampje toch staan? Nee, ik zat je stream te kijken. Oh ja? Nee, dit is gewoon een goede smoes. Heb je wel op het duimpje omhoog gedrukt dan? Ja. Oké, goed zo. Nice. Ja, maar weer bij. Wat is de planning voor het weekend? Morgen Sons of the Forest en Resident Evil 4. En zondag Farming Simulator en Resident Evil 4. Maandag GTA. Want maandag moet ik zelf wat doen. Dinsdag... Weet ik nog niet wat. Woensdag weet ik ook nog niet wat. Oh jawel, wacht. Dinsdag Sons of the Forest. Woensdag weet ik nog niet wat. Ik moet iets doen. Vrijdag moet ik ook iets doen. Zaterdag moet ik ook iets doen. Voor de week daarna moet ik ook... Ja, ik heb het een beetje druk. Dat is wel leuk. Hey Ryan. Ja? Goed gedaan, man. Goed gedaan. Thanks. Van de eerste race naar het gewinnen, denk ik. Hij stopt er alweer mee, hoor. Boodschap! Matthias de Walen. Dankjewel voor je 1 euro supertanks, man. Super gaaf van je. Geniet er lekker van de stream. En dankjewel voor je support, man. Dankjewel. Ja, welke race gaan we nu krijgen? Ik hoop voor Ryan dat het een makkelijke race is.
Ik weet wel dat ik non-contact aanzet. Ja, dat bedoel ik dus. Dit is een race van Sven. Ja, hij doet zelf ook mee. Ja, nou Sven, als jij niet eerst wordt in je eigen race, dan ga ik nooit meer een race van je doen. Ook heb een personal trainer gevonden, hè? Kijk, ik had die antwoord gegeven. Ja? Oké, nice. 35 euro per uur. Kijk, komt door de achternaam. Ja. Komt door mijn ogen. Ja, Rijn die heeft te veel Stella op, ja. Of, iets anders. Ik heb nog niks gedronken. Nee? Alleen maar water. Heb je nog niet ingedronken? Ik ben aan het sporten. Ik drink alleen water. Oh ja. Daarom hoorde ik net iets anders over. Water met een smaakje. Water met een smaakje en wat andere helemaal ingrediënten. Niet. Helemaal niet. Zit er toevallig hop in? En wat tarwe misschien. Ik weet niet wat allemaal. Hey, dankjewel voor het kijken, Lucas. Tot de volgende stream, jongen. Oké, dit is dus een parcoursrace, maar je weet bij Sven nooit wat voor parcoursrace het is. Dus ik wens iedereen heel veel succes. En... pas op voor de boost. Mis letterlijk al die rem. Ik wil net zeggen, er gaan sowieso mensen... Oh mijn god, er liggen alleen maar boosten daar. Kijk uit. Oh nee. Dan gaan ze rijden. Oké, hij bent erop. Er ontploffen ook mensen overal links en rechts van me. Zo. Er ligt ook allemaal boosten. Blijf in het midden. Ik vlieg er zelfs overheen. Oh, ik niet. Ik heb een remschijf, gelukkig. Woe! Nou, Sven. Oh. Die flip die zou ik iets langzamer pakken. Want als je volle snelheid pakt, dan flipt die niet. Ook als je een custom hebt. Oh, heb je deze ook weer custom? Ja. Bro. Ik weet niet eens welke auto dit is. Doei. De SC1. Oh, daar gaat hij hoor met zijn custom. Kijk hem rijden, jongen. Hij gaat er gewoon Oh, nou, het valt wel mee eigenlijk. Ik hou je nog redelijk bij. Alleen je trekt natuurlijk veel sneller op in een custom. Oké, nice. Dit was niet zo moeilijk. Dan spring ik er hoog uit. Hoog uit? Je bedoelt laag. Nee, ik wou er hoog uitspringen dat ik meteen door kon rijden. Maar je kan er beter niet hoog uitspringen. Ik zie mensen voorbij. Ja. Oh, nee, dit is het. Hey Sven, is dit niet gewoon een trollrace, bro? Wat is dit, man? Hij heeft overal boost en overal hobbeltjes neergezet. Het ding is wel, hij weet natuurlijk precies hoe deze race gaat, omdat hij hem zelf heeft gemaakt. Dus ik ga er wel van uit. Hij staat derde, oh. Oh. Pas op hoor, Sven. Je moet walrijds van beneden doen of zo, ik weet niet. Ik ben bang dat ik getrold word. Oh, moet je nu een walrijd doen? Ja, en dan eronder voor mijn pijl. En dan moet je die flip maken of zo. Oh, kan je ook een heel rondje rijden? Want dat probeer ik het dus zo meteen even. Wacht, ik rij even een rondje. Je moet hieruit, volgens mij. Ja, en dan hier er weer in. Op deze manier. Oh, dit is moeilijk. Dit is moeilijk, jongen. Ik zie de maker voor me rijden, Sven. Dus dan ga ik goed, hoop ik. Ja, oké. Als je hem nadoet, dan zit je goed. En als jij zegt wat jij doet, dan zit ik ook goed. Maar bij die tweede moet je op een gegeven moment bij de pijl eruit springen. Naar boven? Oh, nee. Ja. Oké. Waar moet je naar beneden nu? Ja, je moet meteen naar beneden. Scherp naar beneden en dan in de volgende buis springen. Met een flip. Dit is moeilijk, man. Ja. Nee. Ik dacht, hij heeft het in één keer, joh, die gast. Ja, maar ik reed alleen, ik ging dan slippen. Ja, dat heb ik ook steeds, ja. Oh, er komt nog echt een tricky stuk aan, dat is niet normaal. Nee, niet slippen! Ah, die is serieus mooi, man. Oi. Ah, nee, joh. Oh, ik weet niet wat hier gebeurde bij mij, maar ik kwam niet eens de muur op. daar wil ik het niet over hebben, ja? Huh? Oké, nu ben ik op de muur. En dan... Oh, nee. Ah, je moet... Althans. Ah, shit. Nee. Ik was nog aan het doorrijden, maar het water zit in de weg. Als dat water er niet zat, dan was het wel gelukt. Ja, iedereen gaat hier vast komen te zitten, jongen. Dit is echt... Ja, ik kreeg weer die pijl aan. Ja, ik spring er te vroeg af. Oh, dat wordt nog tricky, hoor. Ik weet niet wat voor race je uit hebt gekozen, Jan. Nou ja, een race van Sven. Bro, ik kom die muur niet eens meer op. Nee, Jan. Ja, wacht nou even. Komt helemaal goed. Oké, kijk, ik ben op de muur. Oh. Pak je grip. Nee! Oh, die knetter! Als ik die had gehaald, was die sick. Ik denk dat je echt gewoon in een rechte lijn naar beneden moet, man. Ik weet het anders ook niet. Ik draai dubbel door.
Ik draai niet ver genoeg door. Nou, en op die manier... Oké, op die manier draai ik helemaal niet ver genoeg door. Zo dichtbij, maar zo ver weg. Inderdaad. Omhoog, 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 omhoog. Ja, waar moet ik eruit springen? Bij de pijl, volgens mij. Oh, ik zie de pijl. Maar waar moet je dan naartoe? In de blauwe buis in, die half open is. Oh, ja, nee! Oh, nee! Nee, heb je hem niet. Nee, ik kramp tegen de bovenkant van die buis aan. Nee. Oh, ja, echt. Oh, mijn god. Kunnen we niet gewoon zeggen dat dit al de skill race is? Oh, 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 kom op. Kom op, autootje, kom op. Kom op. Nee, oké, dat is verloren zaak. Hey, Sepp Dijksma, dankjewel voor je 1 euro supertanks, jongen. Super gaaf van je. Wat doen we aan die tweede buis? Eruit springen bij de pijl. In de blauwe buis. Blijf lekker genieten van de stream, Sepp Dijksma. Dankjewel voor je support, jongen. Oh, Sven is tweede. Yes, is voor hem gefinished. Ja, ik zag het net. Sven, die is eerste met je eigen race. Wat is dit nou? Wat? Ik heb een randje met de voorkant. Anders kwam ik echt perfect uit. Het ding is dat er zitten zoveel mensen hier vast, jongen. Ben jij al in die buis, Ryan? Ik heb hem. Oh, nice. Ik kan niet meer terugdraaien. Ik kon niet meer terugdraaien. Ik ben een beetje noob is, hoor. Hey, wat is dit nou weer? Ik heb meer skills, maar ik heb hem al. Wie had er net een DNF? Nee, rij die hem heeft. Ik kan tegen die buis aan. Ja, ik sta nog steeds 15e. Oftewel, er zitten hier sowieso nog 15 mensen vast. Ja, het is echt geluk hebben dat die flip uitkomt, jongen. Ik weet ook niet of je hem kan timen of zo, hoor. Jawel, je moet er gewoon voorzichtig over. Ah, Ryan, jij hebt net echt fucking veel geluk gehad, bro. Bro, dat zijn skills. Kijk de titel. Oh, 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 oké. Okay. Niet tegen de blauwe buis aan, Jan. Heb je die waarheid aan, Mike? Ja, ik ben al bij de finish. Oh, ik ook. Hou je mond, hoor. Nee, je staat 10e, gek. Je staat 3,5 minuten achter me. Oké, ik heb hem, jongens. Ik heb hem. Ik weet niet hoe lang ik erover heb gedaan, maar ik heb hem. Mike is derde, lekker bezig. Dan kan je hem even helpen, Mike. Ja, kijk, ik ga je sowieso even spectaten. Ik kan al heel de tijd die war aan, ja. Oh, oh, die war gaat omhoog. Heb je hem, Jan? Ja, ik ben bij jou dan. Nee. Ik had die voorruit bijna in één keer! Holy knetter, die was zo close, jongen! Dat ding ging verder door dan ik dacht, man! Oh, 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 niet wegslippen, autootje. Hou je grip, hou je grip. Ja, dat werkt al niet meer. Ja, het is een custom, ja, Mike, hou je mond! Ja, ik ben toch... Ja, ik was echt letterlijk op het einde van die wallrides, jongen. Maar ik wist nog helemaal niet wat ik kon verwachten, dus ik zag hem even niet aankomen. Oh. Ik vond hem heel tricky, hè? Hallo. Nee, ik kon niet meer omhoog. Hallo. Oh, ik heb inderdaad een bot in mijn chat. Laten we die even... Oh, thanks. Dankjewel, Flashlight. Ja, ik zou ook zo even opletten, hoor, Jan. Oh ja, die komen mij heel af en toe, hoor. Maar... Ja, ik zou hem naar links swipen. Ja, mijn bot zal ik wel naar links swipen, ja. En 99% van de anderen ook. Ja, dat weet ik. Ja, op Tinder zitten echt rare mensen, man. Dat is echt belachelijk. Nee, ik zet hem niet op. Vol gas, 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 gas. Ja, 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 ik heb hem. Nee, ik zat gewoon te praten, maar ik wist niet dat ik er al was, joh. Ik dacht dat ik nog veel verder moest. Zie je, afleiding werkt soms wel, hè? Zie je wel? Waar moet je bij die waarheid? Welke waarheid rijden? Oh. Ja, dat rare ding. Met al die mini-schantjes. Met die mini-schantjes. Yo, Liam, jongen! Goed. Yo. Gaat lekker, man. Gaat het met jou, bro? Lekker, hoor. Nice. Lekker, man. Ik ben, ik wou zeggen, ik ben hard aan het doorrijden. Sta ik in één keer stil. Ja, je moet hem langzaam die ramp op gaan rijden en dan de middelste baan pakken en dan eruit springen. Oh, er zit nog een boost. Maar ik denk dat ik hem nu niet ga halen, hè. Ja, nee, die baan en dan moet je er op een gegeven moment weer verder uitspringen. Wauw, ja, daar kon ik niks aan doen. Ik stond in één keer stil. Dan kon die daar boven. Daar was niks aan te doen. Even Last of Us downloaden. Hey, veel plezier met Last of Us, René. Bonjour.
Oké, okay, mijn autootje draaien. Haalt. Nee, ik sta 11e. Ik ben nu maar net aan op een platform geland. Ik lig achter Hidde. Ik vind het wel leuk, Sven, dat je rood, wit, blauw hebt gebruikt. Nee, ik lig achter Hidde. Oh, dan heeft Hidde jou ingehaald. Dan lig ik achter jou. Nee, maar nu heb ik Hidde ingehaald. Oh, dan lig ik achter Hidde. Nog een keer omhoog rijden. Oh, net. Oké, okay, wat moet je doen? Je bent ook naar boven... Je moet in die middelste toch gewoon? Oh. Fuck. Ja, gewoon in de middelste. ik rijd er instant uit, ouwe. En dat toch gewoon naar het wegje springen? Ja. Wacht, even kijken. Oh ja, ik zie het. Oké. Okay. Toppie. Wee. Ik ben linkshandig, dus op een of andere manier draai ik ook altijd naar links toe in dit soort dingen. Oh, nee. Oh, je moet het nog een keer doen. Oké, dan gaan we weer naar links. Oh, dat was... dat was iets te vroeg. Ja, die ging niet helemaal lekker. Het is wel een goede race hoor, Sven. Sven die zit natuurlijk in de chat. Oh, wacht, ben al gefinished. Lekker, ik ben al gefinished. Zegt hij terwijl hij net een DNF had. Maar je bent wel een race gefinished, Rijn. Nu sta je op 1-1. Ja. Maar de lobby zit helaas vol, Liam. Ja, ik zie je. Ja, maar ik kan zo wel voor nieuwe mensen in feite. Dus misschien maar beter ook. Oh, fuck. Er zit een checkpoint op. Moet ik alleen oppassen voor dat lampie. No, oh. Oké, okay, ik moet niet alleen oppassen voor dat lampie, maar... nee, dan rol ik er nog af ook, ouwe! Oké, okay, geen randje, toppie. Volle vaart naar boven, denk ik. Ja. In het midden blijven. Oh, dit is ook de finish, joh. Hier gaan we. Ben je ook al gefinished? Oh, wacht, ik ga even Reina doen. Oh, ik ben al gefinished! Het is me belachelijk te maken. Ja, ik zou even een nieuwe playlist maken. Dat is het leukste altijd. Nee joh, ik deed je gewoon na. Dat is niet belachelijk maken, dat is gewoon jou nadoen. Moet ik jou belachelijk maken? Nee, dat mag, probeer maar. Dat weet ik niet, ik ben een goede vriend. Ah, oké. Ik er niet. Ja, dat weet ik. Nee, Liam doet het ook gezellig mee jongens. Dus ik maak even snel een nieuw playlistje aan. Yeah. Waar is Liam? Ben je er? Hallo. En dan kan Liam ook even meedoen. Jij, hij zit er al 5 minuten hierin al, hè. Ik zat dan net al met Liam te praten, hè, Ryan. Moet hij zich concentreren, hè. Moet je nagaan. Zo erg moet hij zich concentreren dat hij niet eens Liam hoort praten. Seb Dijksma, die had nog een 2 euro supertext achtergelaten. Zegt, hoi Jan, tot hoe laat ga je live? Ik denk dat ik sowieso even de playlist die ik nu ga maken afmaak. Dus ja, dan weet ik niet hoe lang dat is. Want de ene race duurt 3 minuten en de andere 46. Dus... ja. En wie weet, moeten we nog bij 1500 likes een moeilijke race gaan doen? Ja, maar ik heb geen idee hoeveel we zitten. Oh, dan ga ik hem even liken. Wow. Had je dat nog geen eens gedaan? Wat is dit nou? Ja, sorry? Een beetje jammer dit. Maar dankjewel voor je like, hoor. Dankjewel. En dankjewel nog, Sepp, voor je 2 euro supertanks, jongen. Face-to-face ga ik vandaag niet doen, jongens. Want daar heb ik echt geen energie voor. Rijn is de dag begin net. Die is helemaal vrolijk. Die heeft er zin in. Ja, hoor. Keep my business clean. Oké. Okay. Mommy don't know. Daddy's getting hot. Ik weet het meteen over. Ik moet checken. Ja, natuurlijk. Je hoeft maar één woord te horen, joh. Oké, jullie krijgen een feit, jongens. Liken. Liken is kijken. Oh, ben je geliefd? Oh, nee. Oh, wacht. Liam werkt hier niet bij, volgens mij. Oh, jawel. Nu wel. Wacht, Ryan. Jij hebt op Busy geklikt, of niet? Wat? Ryan heeft me in feite genegeerd. Ik zit nog in de sessie. Nee. Ja, bro. De sessie zit zo meteen op. Ik zet hem even op closed. Ja, maar hij gaat toch zo vandoor, toch? Of niet? Dat weet ik niet. Oh, we zitten op 1200. Oké, dan hoeven we... Ik wacht al op 2 vrouwen, weet je hoe lang dat duurt? Ik hoop niet dat we die moeilijke race moeten doen. Dan kunnen we gewoon bij normale races houden. Iedereen van onze trainer, omdat je feit de crew... Is hij. Oké, let's go. Ja. Ik,
Crew krijgt nu invites, jongens. Don't play in a full lobby, please. Maar dat gaan we wel mooi doen, maken van de race. Het staat letterlijk in de beschrijving. Maar we gaan het weer negeren. Ik heb honger. Ik eigenlijk ook wel, ja. Ik heb vandaag echt zo goed als niks gegeten, jongen. Dus ik denk dat ik zo meteen nog wel een kwark pak. Oh, lekker. En een kroketje. Oh, lekker. En in de middag nog een bitter garnituurtje. Oh. Ik was laatst met een vriendin een paar dagen geleden in een restaurant. En weet je wat bij het voorgerecht stond? Nou? Vegetarische kroketten. Oftewel, dan krijg je... Meteen de prullenbak in. Nee, het zou wel kunnen. Maar dan krijg je dus als voorgerecht per persoon twee kroketten en een broodje en alles. Dan zit je toch al vol? Nee, ja. Dat is toch geen voorgerecht? Ja, maar... Dat begint het, zegt hij. Ja, maar dat is toch geen voorgerecht? Als je een soepje krijgt... Ja, geen brood. Met kroket. Het is of-of. Ja, nou, het was niet of-of. Het was dit krijg je. Ik had het niet genomen, maar... Ik was zo bij Jan en die had dat vegetarische hapjes gegeven. Ja, het ding was, iedereen was, al die gasten van de crew die waren bij mij. En we hadden heel veel snacks gehaald. En de volgende dag zei ik van, jongens, willen jullie nog snacks? Alleen ik wist niet dat alle snacks waren opgegaan, want ik had het helemaal niet door. Dus ik had vegetarische of vegan snacks had ik in de airfryer gegooid. Dus ik gaf gewoon een rij in de wat ik weet niet, frikandel. En een kaasbal, ik zat er nog in. Yeah. En rij zat echt zo te eten, die kijkt me aan van... Hij dacht dat er iets verkeerds mee was of zo. Ja, maar je had het wel opgegeten. Al moet ik zeggen, die frikandel, dat zaten gewoon stukjes in. Die was echt vies. Maar, ik eet zelf persoonlijk wel steeds meer vegetarisch, als het kan. En het wordt ook wel steeds lekkerder, moet ik eerlijk toegeven. Dus ja, niks mis mee. Alleen zijn sommige heel lekker en andere heel, heel vies. Dus ja, je moet wel een beetje kijken, maar ja. En vlees eet ik ook gewoon. Ik eet het allemaal. Maar een beetje eraan denken kan geen kwaad. Oh ja, dit is een stuntrace als het goed is. Oh. Mensen noemen de plek waar je vegetarisch vlees haalt een vegetarische slager. Maar het is toch gewoon de groenteboer. die is oprecht wel goed, ja. Ja, ja, mooi man. Die is wel goed. Oh, ja, kijk uit hier voor dit randje. Ik ga rijden achterna. Dit komt me bekend voor, dit stukje. Ja. Ja. We hebben laatst hier een race geraced, die komt nog online op YouTube. En dan moest je daar naar links, maar nu moeten we hier naar links. Ken deze race. Mocht hij, Jan? Rednas Hero, die had nog een... een 1 euro donatie achtergelaten terwijl ik tegen een lantaarn op aanrijd. En hij zegt erbij, heb je ooit al Jupiler gedronken? We hebben Reinhard laatst nog Jupiler meegenomen, toch? Ja hoor. Ja. En Stella. Ja, hier, hoppa. We zitten wel een beetje in de Belgische sfeer. Door Rijn en Angelo. Ja, wat en Timo. Ja. Wat zei je? Wat heb ik niet bij? Ja, maat, als Ryan naar mij toe komt, die vent die neemt gewoon een hele boodschappentas. Niet zo'n kleine, maar gewoon een grote. Neemt hij gewoon mee met alleen maar drankflessen erin. Alcoholvrije drank, anders word je too boos. Ja. Ik zorg voor jullie, hè. Ja, nee, maar dat je wel, laat ja. Ook de helft weer staan. Ja, maar dan dat vind ik niet erg, hoor. Als die de rocket shot of zo laat staan, of de Pessoa, vind ik niet erg. Dat komt helemaal goed. Hé, maar dankjewel voor je ene donatie, jongen. Dankjewel voor je support. Nee, ik vind Stella is ook wel lekker, inderdaad. Is ook wel, Weet je wat echt smerig is? Nou? Die Cordaat. Wat is dat? Die oranje. Maar dat ken ik niet eens. Ik ken het wel, maar ik heb nog nooit gedronken. Nou, dan ga ik het ook niet proberen ook. Het is echt nasty. Joey zegt in de chat, is je streamprogramma kapot dat donuts etc. niet onder je face kan komen? Streamlayer is niet kapot, maar die recente donaties en subs die onder mijn hoofd daar moet staan, die is wel kapot. Dus vandaar. En ik krijg hem ook niet meer gerepareerd, dus we moeten even een keer kijken voor een andere streamlayout. Want het is... Ja? Je facecam is toch ook kapot? Ja, mijn hoofd is wel ook kapot, ja. Dus. Oh ja, dat wop! Hey, goed bezig, Marissa. Soepel, goed bezig. Ik sta eerste. Ik heb er een. Oh, ik heb het laatste stukje niet. Oh, wie gaat er. Nee, ik heb een randje. Mike, ik heb hem ook niet. Oh, ik heb de checkpoint! Oh.
Jawel, je kan het checkpoint pakken. Tweede. Bro, ja, ik weet niet hoeveel ik nu ben. Want ik had letterlijk ook bij het laatste stukje niet. Ik word derde. Wauw. Nou ja, ah, GG. Lekker gedaan. Ik had de randje. Jesse eerste, Mike tweede, ik derde. En Ryan, ja, die ligt natuurlijk wel. Ja, ik heb een zwart scherm. Lekker, hè, dat laatste schermpje. Hey, Ryan. Ja, bro. Hoeveel beeldschermen heb je? Ik heb één beeldscherm staat mijn game op. Ik heb één beeldscherm staat de chat op. En van allerlei soorten dingen. En ik heb één beeldscherm, daar staan de donaties en mijn OBS op. Dus drie. Dus daarom kijk ik naar links en naar rechts. Alleen maar, wat is die stunt? Komt niet dus uit. Als ik naar deze kant kijk, dan lees ik een donatie op. En als ik naar deze kant kijk, dan lees ik jullie chat op. Dus jullie weten precies wanneer ik naar de chat kijk. Want dat kan je zien namelijk. Oh, iemand komt niet eens naar boven hier. Uh-oh. Yo, Mars Anne, jongen. Yo, yo. En Sian, tot de volgende keer. Want die moet er vandoor. Oh, ik spectate iemand anders. Ik dacht dat ik een van jullie spectate. Ben je gefinished, Liam? Yes, yes. Oh, nice. Oh, Ryan. Oh, Ryan had nog 15 seconden over, jongen. Woe! Yo, Bomber JJN. Welkom bij de stream. Hoor je geen fight via telefoontje of via PlayStation, maar de sessie zit alweer vol. De sessie zit letterlijk in een minuut vol. Dus het gaat altijd snel tijdens de streams. Dit is op 1.3. Oh, Jesse KLF, zegt... jongens. Jesse zegt, bij mij ging het laatste deel ook niet goed, maar bounced gelukkig naar de checkpoint en landde precies op mijn wieletjes. Dus die kon gewoon doorrijden. Oh, lucky bastard, jongen. Nice. Nice, nice. Zondag weer, Jenne. Pa-pa-pa-pa. Yo, Niels. Woe! Hallo, hallo. Gaan jullie nog iets leuks doen dit weekend? Feestje. Ja. Oeh, nice. Feestje. Oeh, nice. Ja, jouw feestje. Reizenfeestje begint zometeen al. Liefste feestje begint morgen, denk ik. Ik heb morgen het verjaardagfeestje van mijn peterkindje. Oh, dus jij hebt twee feestjes? Ja. Kijk, kijk. Ik heb... Ik heb dit weekend geen feestje. Helaas. Zo. Volgende week gaat naar Londen. Volgende week heb ik wel een feestje. En de week daarna ook. Ja, ik ook. Ja, en Liam ook en Mike ook. Ja. Allemaal. Allemaal. Ja. Hoe kan dat nou? Ik weet niet hoe dat kan hoor. Hmm. En ik zie jullie toevallig ook op dat feestje. Oh, echt? Hè? Oh, is het ook toevallig bij mij thuis? Of? Verrek. Je hebt gelijk. Ja. Oh. Hey, succes met de operatie, Liam. Succes. Niet Liam in de Discord. Nee, iemand in de chat heet ook Liam. Die heeft blijkbaar maandag een operatie. Dus succes ermee, jongen. Ik pak de Krieger. Het is een pak of een Grand Prix, dat weet ik. Maar de Krieger lukt wel. Berkan is er ook weer bij, zoals elke keer opnieuw en opnieuw. En hij heeft een €2,49 supertanks achtergelaten. En hij zegt erbij, Jojan, hoe gaat-ie? Met mij gaat hij helemaal top, jongen. Ik heb ook met jou Berkan. En hij zegt, heb weer zin in de livestream. Ik moest even snel zeggen, want ik hoor niks meer. Waarom is het stil? Ja, ik hoor niks meer. er kwam een mega boodschap, want het liedje zat zo hard, jongen. Hé, hey, Berkan, dankjewel voor je €2,49 supertanks. En Barry Bartje, die had nog een €10 mega boodschap achtergelaten. En hij zegt erbij, biertje was lekker, moet rustig aandoen. Een morgenfeestje van de snollebollekes. Oh, van links naar rechts. Dat gaan we letterlijk... Lala. Ik ga echt vertellen, als dat liedje bij mij is, dan ga ik altijd op mijn bek. Yo. Hoe kan je nou op je bek gaan? Je hoeft alleen naar links en naar rechts. Kan je niet lopen? Ja, als je gezopen hebt. Hij is zo incapabel, die gast. Nee. Met 10, 20 man gaat fout. Nou ja, als ik ertussen sta wel, want ik duw iedereen aan de kant, ja. Dus. ik ga wel met mijn eentje van links naar rechts, ja. Helemaal mijn uppie, heen en weer rollen. Leuk, gezellig. Allemaal op de grond, die Jan die wordt getrold. Nou, ik lig wel mooi derde, ja. En voor me rijdt zo'n echte Grand Prix-auto. Dus die ga ik sowieso niet kunnen inhalen. R volgens mij. Ja. Maar wie ligt er eerst? Oh, Mike. Maat. Ik heb er zin in. Carnaval gaan vieren gaat echt. Nee, ik heb dat één keer gedaan. Nee, ik ga dat echt niet nog een keer doen. Nog één keertje. Ik hoor niks meer, dus... Bij mij is dat altijd leuk. Gaan we niet te scoren. Bocht naar links zo meteen gelijk, jongens. Dankjewel, Barry Bartje, want ik ga ervan uit dat jij het weer bent.
En dat is ook zo, ja. Oh nee, wel. Nee, nee, het was Berkan. Berkan, dank je. Bro, ik ben aan het concentreren op die race. ik kan nu echt even niet ergens anders naar kijken, man. Want dan ga ik er echt, dan ga ik falen. En ik lig vierde, dus ik moet echt even doorrijden, want het zijn twee laps. Oh, deze race is tricky. Ja, er zitten wel echt veel bochtjes in, maar hij is wel goed gemaakt, hoor. Ja. Tricky, tricky, tricky. Oh, haarpin. Ik zeg, haarpin. Ja, dat zeg ik altijd. ik zeg altijd het verkeerd, jongen. Iedereen zit me nog steeds uit te lachen, maar dat gaat automatisch. Of ik zeg haarspeld, of ik zeg... Ik weet niet wat ik anders zeg. Een U-bocht. Oh, een U-bocht. Zigzag. Ja. Een omkeerbocht. Mag dat ook? Zigzag, dat is geen zigzag. Ja, een hele grote omkeer zigzag. Kan ook. Oké, ik lig vijfde nu. Maar ik ga even... Jongens... Doe even niet. Ja? Ik hoor heel de boodschap in mijn oor, maar... Ik kan echt even niet kijken nu. Dat is de volgende regel, alleen maar doneren. Zometeen doneert er iemand. Daar staat, zometeen lees ik het op en dan staat er Jan. Als je deze donatie niet tijdens de race opleest, vraag me geld terug. Ja, nou, dan mag je het terugvragen, want ik ga mooi even niet kijken nu. We hebben reclame, Jan. Hold your minds. Nou, ik heb geen reclame, hè? Ja, jij niet, ja. Nee, ik ook niet. Het is echt een reclame van die serie die ik aan het kijken was, dat ik eens gepunt heb. Welke serie was je aan het kijken dan? Serieus? Politie. Nee, Liam. Sorry. Liam, laat me nou, ik kan bijna tegen een power door jou, jongen. Oh mijn god, nu ben ik echt slecht aan het racen, wacht even. Ik vond het krappen, maar jij bleef daar niet. Ik weet echt niet waar je het over hebt, Ryan. Ja, die politie-serie. Oh nee, er was geen drol aan. En een van de Belgische Vlaamse politie-serie. Nou, mij niet gezien, hoor. Ik kan weer tegen hetzelfde bord, maar dat is niet heel erg. Dat was de eerste ronde ook al. Iedereen. Lekker, Ryan. Oh, is het een scherm? Megaboodschap! Jongens! Goddammit, ook. Zijn je aan het trollen nu, hè? Ja, nu doen ze het expres, dat weet ik wel. Maar de finish is in zicht, de finish is in zicht. Wel een goede baan is het, hoor. Ja, dit is echt een vette baan. Oh. Oh, ik rem het te vroeg af. Ik rem het te vroeg af. En ik stuur hem slecht in. Kijk, eerste plekje weer bemachtigd. Nice. En dat tegen zo'n Grand Prix autootje, ouwe. God, ja, maar de beschrijving stond ook Emmerus het beste was, dus vandaar. Oh, nice. Ik ben vijfde. Woe! Nice! Lekker hoor. Eens even kijken, wat heb ik nou allemaal gemist? Oh ja, Buddy Barstje, die had nog een 10 euro supertext achtergelaten. Zegt, hou jij ook wel van een feestje? Ik hou sowieso van een feestje, ja zeker. Al ben ik wel, denk ik, de meest rustige op een feestje, maar... Helemaal niet. Zo helemaal niet. Dat ben ik. Nee. Als er iemand gek is, dan ben jij het, ouwe. Hey, dankjewel voor je 10 euro supertanks. Minos. Deur zeker, Rijn, of niet? Ja, Rijn is helemaal gek. Minos had ook nog een 3 euro donatie achtergelaten. En hij zegt, kan je shout-out doen naar Minos en Sams? Hey, Minos, shout-out naar jou. Sams, shout-out naar jou. En dankjewel voor de 3 euro donatie. Geniet lekker van de stream, mannen. Dankjewel. Berkan, die had ook nog een 10 euro megaboodschap achtergelaten. En hij zegt erbij, Jojan dacht, waarom niet nog een donatie? Hey, Berkan, dankjewel, jongen. Ja, Berkan is, ik weet niet hoeveel jaar er al bij, maar het is niet meer op 1 al zo. Oh. Wat was dat? Dat was een onverwachte boer, ouwe. Het is niet meer op 1 hand te tellen. Dankjewel. Dankjewel voor je 10 euro donatie, man. Thanks voor je support, jongen. Melvin die had nog een 2 euro supertanks achtergelaten. En hij zegt erbij, geweldig dit weer. Hey, dankjewel, Melvin. Dankjewel voor je support, jongen. Dankjewel, super gaaf. Van je geniet lekker van de stream, bro. Kasper Speek, die had nog een 5 euro donatie achtergelaten. En hij zegt erbij, hey Jan, ik wil zeggen dat je farming video's zoals altijd super tof zijn om naar te kijken. Hey Kasper, dankjewel broski. En mijn doel is om zondag sowieso een nieuwe aflevering online te hebben. Dus dan kan je weer lekker een half uurtje genieten. Ongeveer 20 tot 40 minuten meestal. Dankjewel Kasper voor je 5 euro donatie. Buddy Barstje, die had nog een 10 euro donatie achtergelaten. En hij zegt erbij, lees deze donatie. Ik zei het, hè. Hij deed het gewoon expres. Maar... ik had me geduld, dus ik lees hem nu. Hij heeft er niet bij gezegd dat hij zijn geld niet terugvraagt als ik hem niet tijdens de race lees. Dus. Ik zet even contact uit. Dat wilde ik nou net gaan vragen. Want dit is een parcoursrace met de June, dus dat gaan we niet doen.
Gaan we niet doen. Ik vond de cringe commentary video's wel goud. Ja, de oude tijden dat ik gewoon van een kladblokbestandje op aan het lezen was. Mooi, man. Dat zijn de echte tijden. LelNL, dankjewel voor je 99 cent donatie met je mooie Fortnite poppetje. Thanks voor je support. En Raymond, die had een DNF, hè. Hoe de fuck krijg je een DNF met een Grand Prix race? Ja, elke muurtje aan knallen die je ziet, volgens dat mij. Dat is niet eens mogelijk, ouwe. Hoe is het mogelijk, gek? Hoe is het mogelijk? Jans en Lucy in de chat. Ja, dan moet ze het zelf uitzoeken. Ik ben echt blij dat ik non-contact ben aangezet, ouwe. Ja. Wajo. Regen ook nog. Magic Jelle, dankjewel voor je opnieuw lid worden, jongen. Dankjewel voor je support, Magic Jelle. Hoe gaat die Call of Duty, jongen? Heb je die nuke al gedropt? Jawel. Jelle heeft wel een nuke gedropt. Ik vanavond wel. Ja, op de wc zeker. Maar hey, Liam kan je wel gezien aankomen. Oh, what the fuck? Waarom gaan er zoveel mensen dood? Toch niet nieuw, hè? Ja! Ik kwam zo snel op de wc op. Dankjewel, Jelle. Dankjewel, bro. Wie is die roze hier? Ben je daar, joh? Nee, ik ben blauw. Ik heb de blauwe kleur. Maar wie rijdt er helemaal eerst nou? Jesse! Ik ga Jesse, ik ga Jesse echt nooit vragen voor de opname, hoor. Want dat, Ik heb een randje. Rampampa. Oh! Gaat goed. Gaat goed. Ja? Ja, gaat lekker. Yo, hallo allemaal. Mega boodschap. Jongens toch. Heerlijke landing ook daar van de mensen. Hey Liam. Hey. Ik hou je even in, ja? Waarom ga je sneller? Ja, omdat ik een goede landing had. Oh, wacht, er ligt daar een boost. Waarom ligt daar een boost? Hem. Ja, dat is beter als je hem mist. Dank jullie wel voor de mega boodschappies. Mr. Budlight Gifter, oftewel Maximizer. Die had nog een 10... Nee, daar gaan we weer. Oh, ik heb een randje, anders was ik ernaast houden. En die heeft nog een 10 euro donatie achtergelaten. Dankjewel voor je support, Max. En hij zegt erbij, gaat die live als ik niet kan? Streams en spreek je nog. Groetjes aan Ryan. Ook alleen aan Ryan. Wat is het nou weer? Wat een hater. Nee, dankjewel Max voor je 10 euro donatie, jongen. Geniet van je weekendje, jongen. Captain Spooky, die had ook nog een 10 euro donatie achtergelaten. En hij zegt erbij, omdat het kan. En ook Captain Spooky is er al zoveel jaren bij dat ik het niet meer op één hand kan tellen. Dus Captain Spooky, dankjewel voor je sport, jongen. Drop sowieso even een hartje in de chat, jongens. Voor jezelf, voor je moeder, voor je vader, voor je zusje, voor je vriendin, niet voor je ex. En voor je vriendje mag ook. Voor je milf mag het ook. Maar dan moet je zeggen. Oei, joh. Rijden. Ja, Mike. Oh, ik rijd verkeerd! Nee. Oh, dit meen je niet. Nee, dankjewel. Dankjewel, Captain Spooky, voor je support, jongen. Dankjewel. Ricciano, die had nog een 5,99 euro supertanks achtergelaten. En hij zegt erbij, terwijl ik even aan het opletten ben, altijd heerlijk om live naar te kijken. Mag ik nu mijn geld terug? Je hebt via YouTube gedoneerd. Dus dan moet je even contact opnemen met YouTube. En dan mag je van mij je geld terug, hoor. Als YouTube het goedkeurt, dan vind ik het niet erg. Maar dankjewel voor je donatie, jongen. Dankjewel voor je support, bro. Super gaaf van je. LelNL, dankjewel voor je 99 cent donatie, jongen. Oh, voor jou. Dankjewel, Joey. Dankjewel. Ah, wat hoor ik, Jan. Rij allemaal letterlijk bij elkaar, hoor. Jij moet slapen, Angelo. Ga weg. Er knalde iemand tegen de ingang van die buis aan, ouwe. Nee, ik lig naast. Mike, lekker bezig. Lekker. Hé, hey, reden we net ook al. Ja. Maar toen aan de andere kant. Nu? Ah, je bent het checkpoint zijn. Liam, oh. Oh, Liam. Yo, ik heb hem nog. Ja, nice. Maar nu kan je wel die boost pakken. Oh ja, oh, misschien ligt hij er wel voor hier. Ja, inderdaad. Want ik ga even rijtjes pakken, kan ik Liam inhalen. Oh, doei, Liam. Ja, dat werkt. Ja, maar ik wilde je eraf beuken. Oh. Ja, succes daarmee. Ik ga langs het stopbord. Liam, pas op. Oh, yo, jij bent ook gestoord, jongen. Oh. Ik ga er gewoon voor. Oh. Ik kan niks meer zien. Iedereen zit hier. Jan. Hoezo geef je mij nog een. Oh, ik ga er één keer doorheen. Oh, ik er niet. Oh, ik ben er één. Ja, wat is dit nou weer dan? Ik moet wachten. Oh. Oké. Okay. Oh, Ryan. Ik sta in één keer derde. Yo. Ah, nee. Oh, wacht. In één keer. Ja. Wacht. Dat is ik zei nog, wacht! Oké, ik ben er ook langs.
Sommige mensen rijden echt volle vaart tussendoor, jongen. Maximize had nog een keer een 10 euro donatie achtergelaten. En hij zegt, echt groeks aan Liam en Mike. Hey. Hey. Dankjewel, Max. Dankjewel voor je support, jongen. Hello now. Ik moest remmen, want ik dacht dat we naar links moesten, maar... Ik kan gewoon... Oh, hier moet je wel remmen. Oké, okay, nice. Drie laps, jongens. Nee, het is er... Oh, het is maar één, inderdaad. Point. Raider, die had ook nog een 2 euro donatie achtergelaten. Zegt, kan je PC meedoen of moet je op PlayStation 4? De enige mensen die mee kunnen doen is PlayStation 4. Want er zit nog steeds geen crossplay in GTA. En dat zal er ook nooit komen. Dus... Ja, of PlayStation 5 met de... PlayStation 4 versie, ja. Dat kan ook. Ja. Oh, alleen de PlayStation 4 versie kan met ons meedoen. Dus sorry, man. Oh. Sorry. Maar dankjewel voor je 2 euro donatie. En geniet lekker van de stream natuurlijk. Daar gaat het ook om. Je kan al die spijtels cheaten, maar ik ga het niet eens proberen. Ik sta eerste. Denk dat het de laatste race is. Nee, Liam. Kan je echt eerste? Hier, als je eerste wordt, ben je wel beast. Ga ervoor, Liam, want daar is de finish. Hoppa. Zie je de finish? Nee. Ja, daar komt hij zo meteen aan. Als hij nu nog wordt ingehaald, ga ik wel lachen. Hoor. Ik sta 7e. Liam, kom je halen, hoor. Nee, ik ga weg. Maar wacht, die vet voor me, die vet voor me gaat verkeerd. Vlieg nu de finish in. Nee, Liam. Oh, dan gaat er nog even verkeerd. In de 3, lekker, jongens. 2, 1. En pizza! Alle confetti! Oh, dat is wel een gave finish met al die confetti. Ik ben alsnog 5e. Let's go! Dat is wel een leuk raceje. Wee! Hey, tot de volgende keer, Max. Jan, alles goed? Gaat lekker toben. Oh, deze fan zit nog even vast. Oh, dat is Face Jan, dat is de beuker. Lekker voor je! Ik zal je naam genoten. Ja, maar vorige keer deed hij een reizenstream en toen zat hij me constant te beuken. Dus nu ga ik zien hoe hij een DNF krijgt. Heerlijk. Ja. Die spijtels wilden me niet goed zetten. Nee, als je met die June eenmaal heen en weer gaat, dan is er geen houden meer aan, joh. Dan ga je sowieso zijwaarts. Daar kan je niks aan doen. Wil je een goede openingszin horen? Nou, kom maar op. Ik ben vrijgezel, dus misschien heb ik hem nodig. Alleen ik denk niet dat ik jullie openingszin zal gaan gebruiken in het echt. Ik ben ook vrijgezel. Ja, maar jij hebt een andere openingszin nodig. Eentje opening. Die te maken heeft met een zwart gat. Dat je gewoon dat je daarin kan verdwalen. Wat is dit nou weer? Je hebt geluk dat er een supertank zit, want ik hoor toch niks. Berkan... Oh, sorry. Berkan, die had nog een 20 euro donatie achtergelaten. Drop sowieso een hartje in de chat, zoiets voor Berkan. Je krijgt van mij 1, 2, 3, 4 en 5, brother. En hij zegt erbij, yo, shout naar Mike, Ryan, Liam en natuurlijk naar jou! Woo! Hey, dankjewel, Berkan. Hoeveel jaartjes ben je er al bij, Berkan? Niet in de donatie antwoorden, maar antwoorden in de chat. Want anders ben je nog meer geld kwijt. Maar dankjewel voor je support, jongen. Dankjewel. Ik weet dat je er al lang bij bent, maar ik weet niet hoe lang. En geniet lekker van de video's, de streams, van alles. Dankjewel, man. Ik ben vrij en gezellig. Oh, ik ben weg. Kijk. Is goed, Ryan. Wil je de openingszin nog horen? Nee. Als jouw linkerbeen kerst is en je rechterbeen Pasen, mag ik dan tussen de feestdagen... Ja, vind ik goed. Maar ik ben er vandoor. Zal ik ook doen daarna, ja. Hey, veel plezier, brother. Yo. Yo. Dat was echt de slechtste openingszin die ik ooit heb gehoord, maar... Openingszin? Oké, land. Ja, die is ook heel slecht. Ze zijn allemaal slecht. Je kan ze ook beter niet gebruiken. Goeie. Ja, er is geen goeie. Gewoon niet gebruiken. Het is altijd slecht. Dankjewel, Berkan, nog voor je support, jongen. Corneel, die had nog een 2,49 euro supertanks achtergelaten, zegt... Is er al een nieuwe Farming Simulator video? Zondag is er weer een nieuwe Farming Simulator video. Dus misschien als je kan tijdreizen, zoals Back in the Future... dan misschien staat hij al online, ja. Maar misschien ben ik dan wel ook al gestopt op de boerderij. Boerderie. Op de boerderij. Heb je zin in, Jan? Dat heb ik expres gedaan, want het is één lap. Ja, oké. Gelukkig sta ik vooraan, dus dat scheelt. En jij ook. Ja. En Jesse ook. Dus Jesse we moeten elkaar niet beuken. Oh. Jongens. Doe normaal. Want we moeten die checkpoint halen. Gewoon normaal die checkpoint halen, jongens. Oh, rustig. Ik ga proberen niet te beuken. Want dan gaat het fout. Oh.
Ik land op iemand. Oh, wat? Wajo, dat was geluk, jongen. Oké, maar hier zijn we langs. Oh, sorry. Dat was... Ik heb iemand eraf gebeukt omdat ik op zijn motorkap landde. Zag je het? Dat deed dat. Daar kon ik niks aan doen, ouwe. Oké, nou, dan rijden we wel vooraan. Jesse, Mike en ik. Liam, die heeft daar pech, want die zit met de hele kopgroep. Ja, ik rijd niet pas die ramp op. Met de hele beukgroep. Rechts. Oh. Ja, beschrijf. Wat de hel. Je spinde ook gewoon door, hè. They see my... Oh, sorry. Ik ga me niet zingen, want... Dan gaat het niet goed. Hop. Magic Jelle, die was nog opnieuw lid geworden. Voor 3 maandjes was het, Jelle. En hij zegt, doe de groetjes aan de crew. Nou, de groetjes van Magic Jelle, jongens. Groetjes terug. Groetjes terug. Thanks voor je support, jongen. Oeh, Jesse kreeg daar bijna. What the fuck is dit dan? Ja! Oh, wat? Bro, die muur die kwam uit het niets, jongen. Ik dacht, ik snij de bocht even af. Nou, dat had ik niet moeten doen. Je ziet het maar weer, hè. Wee. Lukt het daar nog, Liam? Ja, ik ging van 30ste naar 16. Oh, kijk, lekker. Dat is toch wel DNF-plekje, maar even doorrijden, dan lukt het wel. 15. Nice, kijk, dat is geen DNF-plekje. Lekker, man. Oh, er ligt een bowlingbal letterlijk op de regen. Ja, ik moest hem ook ontwijken. Die ligt echt precies op de lijn die je moet pakken voor die bocht. Probeer Jesse in te halen, maar die is echt bloedjesnel hier. Ja, die gast is echt ook een zweter, jongen. Maar hij doet het wel elke keer, want hij wordt echt altijd eindigt hij in de top. Dus je kan zeggen wat je wil, maar hij kan het wel. Kan je langere Forest video's maken? Forest doen we ongeveer 20, 30, 35 minuutjes lang ongeveer. En dan zijn we meestal... Oh, je moet in de buis een half rondje gaan draaien. Oké, okay, top. Dan zijn we meestal al langer dan een uur bezig met opnemen, want... We moeten soms namelijk 10 minuten lopen om naar de volgende plek te komen. Dus ja, de opname kan 20 minuten duren voor jullie. Of een half uur of 40 minuten. Maar ongeveer daar. Oh, go in the hole. Maar wel een go in the hole die je niet zelf hoeft in te sturen. Of iets voor hoeft te doen. Dus dat is altijd mooi. Lekker bochie. En dan zijn we er volgens mij... Oh nee, nog 10 checkpoints. We zijn er wel bijna. Bijna. Oh, mensen crashen hier. Iemand vloog daar. Ik ga te snel. Wauw, ik knal tegen die garagebox aan. Oh, kijk uit, niet in het midden rijden, zou ik zeggen zo meteen. Staat er een paal zeker? Oh, er staan allemaal bowlingpins. Nee, bowlingpins. Ja, en eentje ligt ook midden op die baan. Ja, die heb ik waarschijnlijk per ongeluk omgetekend, of niet? Ja, dat denk ik wel, ja. Veel te hard bij die go-in-doel. Echt? Misschien staat ketchup wel aan, dus daarom misschien. Even kijken hoor. Popsoef, die had nog een 99 cent supertext achtergelaten. Dus dankjewel voor de support en mooie diamantjes in je naam. Jan Ito. Wajo. Jan Ito, die had nog een 5 euro donatie achtergelaten. Sowieso, high five voor jou. En hij zegt erbij, het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Deze 5 euro komt voor jou. Hey, dankjewel. Ik kerst nog voor de finish ook nog. Oh, ik word nog ingehaald om het donaties op te lezen. Waarom hou je me nou in? Maar jongens, wat is dit nou? Maat, ik was gewoon de hele tijd derde tot het einde. En oh, mijn oor doet pijn. Dat is niet fijn. Nee. Gaan we nou rijmen? Dat moet je wel de woorden bij elkaar lijmen. Oké, Liam. Oké. Drop de freestyle, Liam. Drop de freestyle. Ja, dit vond ik mooi. Mooi freestyle. Hey, dankjewel Jan Itor voor je 5 euro donatie, jongen. Dankjewel voor je support. Yo Jan, yo Jouke, jongen. Welkom bij de stream. Iemand vraagt hoe dat gaan we live. We gaan deze playlist even afmaken. En dan vind ik het mooi geweest. Ik weet niet hoeveel races nog in de playlist zitten, maar... Nog twee. Dan vind ik het mooi. Ik ga sowieso wat mensen DNF halen, maar in ieder geval niet iemand van ons. Behalve Raymond, maar ja, dat is ook wel logisch. Liepje Wolf, of Lijpe Wolf, of ik weet nog steeds hoe ik het moet uitspreken. En ik weet dat je er al jaren bij bent, maar nog steeds weet ik niet hoe ik je naam moet uitspreken. Liepje Wolf. Nee, ik ga het niet eens proberen. Dankjewel Wolf voor je 249 supertanks. Je zegt alweer 10 of 11 jaar erbij, mei 2012 of 2013. Ja, ik zeg het, je bent er al lang bij. Ik ken al jullie namen, jongens, pas maar op hoor. Pas maar op. Dankjewel voor je supertext en al je support, man. Dankjewel, jongen. Dankjewel.
Zeg een grap. Grap. Sorry. Ik wilde dus ook al iets maken, maar ik dacht, nee, die is gewoon zo slecht. Popsoep, die had nog een 2,49 supertext achtergelaten. En zegt, wat vind je van Popsmoke? Ik heb geen idee wat het is. Smoke. Pop. Pop. Een pop die smokt. ik weet niet wat het is. Dankjewel voor je 2,49 supertext, man. Dankjewel voor je support. Je moet naar een meisje gaan en op je mobiel contact toevoegen openen en vragen of ze een enquête wilt invullen. Ik kan je zeggen, hè, als jij naar een meisje toe loopt en je opent je mobiel, dan staat er letterlijk contactpersoon toevoegen op je schermpje en ze vult het in alsof ze denkt dat ze een enquête invult, kan je er beter ook meteen verwijderen, want dan is ze namelijk niet heel slim. Dus dan zou ik er in ieder geval meteen weer verwijderen, ja. Althans, of ze moet erbij zeggen dat ze weet dat het geen enquête is, maar of ze doet het natuurlijk expres, dat kan ook. Nou, een beetje laat maar zitten ook, ik lul mezelf nu vast. ja, goed verhaal. Prachtig. Dank u. Ik heb mijn best erop gedaan. Raymond heeft een grap. Oh. Hij is gefinished. Oh, nou, kom maar op, Raymond, met je grap. Oh, het was blijkbaar een rapper. Dan ken ik het niet. Geen idee. Wat? Ik ben alweer vergeten. Oh ja, ik weet het alweer. Ik was zeggen, ik ben alweer vergeten welke auto ik had gepakt, maar ik heb hem net gekozen. Dan zie je gewoon dat het later begint te worden, hè. Ja. Inderdaad, Raymond, inderdaad. Het is één lap, maar het is wel een modded race. Ik heb eigenlijk geen idee of er een stunt in zit. Het is gewoon een hele tour is dit voor mij. Het is wel van een maker. Ja, maar het is wel van een maker die stuntraces maakt. Die CMB namelijk. Ik weet niet meer wat zijn naam is, maar die heeft heel veel stuntraces. Leepuk of zo? Leepuk? Oh ja, oh ja, dat zou wel kunnen, ja. Want ik heb namelijk echt nog 10 jobs van hem in mijn boek. Een stom paaltje daar. Ik wist dat hij er maar zat. Hoe gaat Jesse zo snel? Doet hij die. Doet hij die. Doet hij die glitch? Hij heeft een andere auto. Nee, hij heeft een andere auto. Oh, ik dacht hij doet die. Ik weet niet welke dit is. Hij doet die handbrake glitch, speed beast ding-achtig iets. Oh ja, je hebt dubbel clutch, heb je hebt brake boost. Bom weer houden, die was vol op me. Hij gaat niet veel sneller. Nee, als ik nou even. Godverdomme. Oh, ik crash ook. Nou, maar ik nu al ticket, nu heb jij mij weer in gehaald. Ja. Ik zal oppassen als je van de weg af gaat, we staan overal bordjes en paaltjes. En vangrails. Het is moeilijk te zien ook. En muurtjes. Oh. Ja, zie je wel, er komt wel een stunt aan hoor. Kijk. Oh, ik zit naar rechts te kijken. Ligt een steen, ja? Ja, thanks. Stenen zijn relaxed. Yeah, we zijn relaxed. Oh, er gaan weer een paar. Nee, allemaal ja, over de kop. Nog. Lekker bezig. Komt een tricky stukje zo meteen aan, jongens. Een bochie. Ja, dat zijn van die glibberige platformen. Wai, yo, ik had geluk. Auto niet meer. Nee, ik had geluk dat daar nog een randje stond, anders was ik er vol vanaf gegaan. Kijk hoe hard die gaat, joh. Sim. Ja, ik weet niet, dat is voor mij. Ik weet niet welke auto het is. Die heb ik. Oh, hier komt er nog een aan. Chippy Choppy doet ook weer mee. Hé, die deed vorige keer ook mee. Hey, Chippy Choppy. Ja, kijk, dat soort namen vergeet je niet, hè. Want hij heeft pas één keer meegedaan en ik herken hem meteen. Oh, stond er niks stil. Was toch hetzelfde ook bij mijn naam, of niet, Jan? Nou ja, jouw naam herken je omdat het gewoon letterlijk van een film is, dus. Ja. Mike. Die paal. Ik wil alleen nooit jou zien veranderen in Magic Mike. Dat mag je bij Ryan doen, dus. Nee. Als je je shirt maar aanhoudt, Mike, dan vind ik het goed. Zo, er komt een stunt aan, dat wat ja, je zei, Jan. Ja, ik zie het. Dan zeg je u tegen. Nou, goedendag. Kleintje, jongens. Wat is jouw kill dead op Call of Duty? Ligt eraan welke Call of Duty het is. Maar mijn kill dead boeit me echt geen reet. Nou, is wel lekker makkelijk. Als je hier eraf valt, dan. Zo, die wal. Het laatste stukje van de walrijd is alleen wat dun. Die hobbelt zeker, of niet? Ja, maar ik kan er dus nu niet meer opkomen. Maar ik heb gelukkig wel de checkpoint. Oh, nice.
Heb je deze walrijd gefaald? Hoe dan? Lekker in de onderkant. Ja, die man is echt slecht hoor. Ja, maar dat is ik vraag gewoon een tweede nog hoor. Nee, dat was de vraag niet. Heb je de walrijd gefaald inderdaad? Dat was de vraag. Nee. Jawel. Nee, ik sta de tweede, kijk maar. Ja, oké, je staat nog wel tweede. Ik sta zesde, Lien vijfde, die zie ik voor me rijden. Maar Lien maakt nog wel een fout. Weet je wat Jesse heeft vergeten vanavond? Nee. Shit. Nooit foutjes bij de ik maak nooit een foutje kant tegen een fucking waterton tank toren aan. Weet ik veel wat het is, joh. Nou, dankjewel. Nu sta ik vijfde, Liam. Yo. Appreciate it. Ik achtste. Floink. Kijk eens aan, vliegdekschip. Ja, kijk eens aan. Dat is de finish. Ja. Kijk hem gaan. Hoop je zo groot leren Call of Duty spelen? Logisch nadenken, opletten en best wel veel spelen aan het begin. Al speel ik het nu niet meer zoveel. Maar af en toe als ik een avondje niks te doen heb, dan kan ik wel een potje Call of Duty knallen. Maar ja, kan ik ook een film kijken, kan ik ook een serie kijken. Kan ik ook ergens naartoe rijden. Kan ik zoveel andere dingen doen. Kijk, iemand anders klapt er ook op. Bedankt voor het lenen van je auto voor mijn bruiloft. Ja, maar niet mijn auto, een andere auto. Is dat... oh, dat is Ronald van Twitter. Ja. Ronald vroeg aan mij of hij mijn auto kon lenen voor zijn bruiloft. Maar hij heeft een andere coole pick-up geregeld. Dus succes alvast. Veel plezier. Pak je dagje. En dan gaan we nog één race doen. Dan wordt dit de laatste, jongens. Alweer als er nu iemand van onze DNF haalt. Pas op, hè. Ja, Mike. Gaat die gebeuren, hoor. Nee, ja, dat waarom gelijk nou. Ja, dit wordt de laatste race, jongens. Dan zijn we namelijk alweer 3 uur live. Nice. Ja, je zei zo, nou, we gaan even 2 uurtjes live. Nou ja, het ding was, die trollrace duurde natuurlijk 46 minuten. En dan gaat de tijd echt snel, hoor, als je aan het uitzoeken bent hoe en wat. Dan ja. je bent zo een uur verder, joh. Dat is echt belachelijk. Maar hey, we hebben hem sneller gehad dan een Franse maker ook. Ja, precies. Precies. Zo doen we dat. Bounce around. Nou, dit is een... hoe heet dat? Hou je mond. Een circuit mond. Of... Oh, gelukkig. Wat? Nee, niks. Ik zet hem gewoon op contact, want het is de laatste. Let's go. Nee. Oh, yes. Let's go! GTA mode stond ook available. Oh, nee, die heb ik niet gedaan. Ik pak wel even een free crawler, want die kan overal overheen en op en alles doen. Oh, ik heb ook de Maar auto. Ik weet niet of het heel langer, heel slim was dat dit in contact ging. Maar daar gaan we nu achter komen. Het zijn 4 laps. We komen er maar op 1 manier achter. Nou, het maakt mij niet uit of ik eerst hoor. Ik heb de grootste auto die ik heb, gekozen. Echt? Oké, GG. Ik ben er al 3 uur bij. Let's go, Marissa. Je weet wat ze zeggen, je kan niet altijd 6 gooien. Ja, of je moet een dobbelsteen hebben met alleen maar 6 erop. Dan kan het wel. Holy ik ben de enige die hem ook heeft. Heb je de Insurgent? Ja. Holy knetter, joh. Oké, okay, wil je mij alsjeblieft niet beuken, Mike? Rednas Hero die had nog een 1 euro donatie achtergelaten en hij zegt, mijn controller viel uit. Ja, dan word je gekikt als dat te lang duurt. En dan kan je die stunt niet halen als dat te lang duurt. Hé, hey, dankjewel voor je support, jongen. Nee. Kan gebeuren, bro. Ik ga gewoon Jesse volgen. Ik ben beneden. Oké, nice. Ik ben de eerste bocht door. En dan gaat iedereen daar op een hoopje komen te zitten. Dus daardoor kan ik nu snel doorrennen. Ik weet wel waarom deze race hop around heet. Of bounce around. Want je knalt inderdaad wel alle kanten op. Ik ben ook echt de enige die zo groot is. Ja, jij zit iedereen te beuken, zeker. Misschien. Ja, maar niemand kan jou ook omver beuken. Die gast die heeft de zwaarste auto in de game, ouwe. Maar ik ben blij dat je niet bij me rijdt. Dan heb ik ook geen last van je namelijk. Ho, kijk uit daar als je de brug onderdoor gaat. Dank je. Alsjeblieft. Dat was niet zo heel slim van mezelf, maar... Ik sta nog vierde. Alles is nog onder controle. Ik sta zesde, kom maar aan hoor. Oh ja, ga weg hoor. Ho, ik zit er nu op zijn slipstream. Pas op. Ik hou je even in. Dus ik moest even een muurtje gebruiken. Oké, vol op de rem. Oh. Dat was een vriendschappelijk setje.
Zo, er wordt er eentje weggebeukt daar. Ja, ik ben zo blij. Hoeveelste lig jij, Liam? 13, maar ik zit in een hele grote groep hier. Oké, dan wens ik je heel veel succes. Ik sta... Oh nee, Mike. Mike die rijdt er zo meteen achter me. Jij hebt ook een andere icoontje op de minimap van je auto. Ja, dat is altijd een goed teken al. Oh. Ik ging zijwaarts, maar ik rijd nog door. Ik ben even de weg kwijt, maar we moeten hier naartoe. Dankjewel nog voor je donatie, bro. Ik zie je rijden, Jan. Ja, ik had een foutje gemaakt daar, want ik had een hobbeltje. Jan, ik zal me echt op gaan passen, hoor. Bro, ik hoor hem. Ik hoor hem in mijn oortje gewoon van achter aankomen, gasten. Daar komt hij. Jan. Oké, hier oppassen. Nu wist ik het. Kijk. Maar Mike maakt nog wel een foutje, joh. Kut. Of jij? Jan, Hey Mike, Jan, alles goed vandaag, of niet? Alles goed met je? Ja, zeker. Ja? Oh, ja, met mij ook, hoor. Thanks voor het vragen. Fucking dickhead, vraag niet eens hoe het gaat. Oh, kut. Ja, maar die auto, je kan er niks tegen doen, man. Nou, ik ben ingehaald. Derde plek is voor mij. Fontein, hey, gasten of Fontein. Ben je hier ook, Liam? Ja, nee, ik had een hele erge wielspin. Ja, maar Fontein, rij nou door! Die gasten zitten me tegen te houden! Thanks, Fontein. Weet je, ik pak hier gewoon binnenbocht. Ik pak gewoon binnenbocht hier. Hier, jongen! Nee! Lekker, waar zijn dat, Liam, die gele? Ik ben wel echt heel mooi rechtgebeukt. Oh, echt? Oh, dan heb je geluk, want je knalde er vol tegenaan, namelijk. Maar ik wist ook niet dat die auto zo snel was, joh. Het is een hele gepanzerde bak, maar hij rijdt ook nog door. Dat wist ik ook niet. Nou, hebben we weer wat geleerd. Je kan iedereen omver beuken, maar... Hij is niet de snelste. Nee, maar ik in een freecrawler kan je bijna niet bijhouden, hoor. Maar je houdt natuurlijk ook je momentum volledig in dat ding. Maar hier verlies ik voor mijn meeste tijd. Ik stuit er helemaal door. Ja, ik kan hield hem nu wel onder controle. Het is lap 3, want ik ben hier voor de derde... Lekker Jan. Ja, daar kon ik niks aan doen. Ik ging even chillen tussen de boompies. Tussen de groene boompies. Oh, er zijn mensen terug aan het rijden. Pas op. Nee, ik lig vast. Het is wel mooi, ze hebben er 3 laps over gedaan om erachter te komen dat ze kunnen gaan beuken. Ja. Maar we moeten nog 1 rondje, dus ik had beter 3 laps aan kunnen zetten. Want nu komen ze dus wel zo meteen terugrijden. Er zit 3 man met te focussen. Ja, gewoon als je ontwijkt en je kan doorrijden, dan heb je er geen last meer van. Je hoeft ze maar 1 keer te ontwijken. Gewoon even een tikje geven, hè? Yo, perre, jongen. Oh, ik ging van 6 naar 17. Van 6 naar 17? Ja, maar ze focussen me hier. Ja, ik heb ze zo blij dat ik van niemand last heb. Behalve van mezelf. Dit gaat nog een DNF worden, zo. Mike, iemand probeert jou te beuken ook. Nee, die is dat is nummer 4. Jou ook juist even tegen, dat hij mij niet gaat inhalen. Huh? Maar jij... Hij is zo snel. Oh, die is snel inderdaad. Oh, gast, die pick-up truck hier. Ho. Deze man doet echt zijn naam eerst, snotneusjongetje. Ja. Hey Mike. Ik lig 22e. Hey Mike. Hey Mike. Hey. Ik ga je nog even inhalen. Hey. Ah, nee. Wacht, beuk Mike, jongens, beuk Mike. Boom. Ja, bro, jij... Haalde je me nou nog in? Nee. Nee! Oh, bro, ik dacht dat ik je nog had ingehaald, ouwe. Oh, oké, fair enough. Hoi. Ja, die derde plek heb je verdiend. Geen alle auto. Het scorebord moet zo weg. Ja, de rijden echt... Ik denk dat er 4 of 3 aan het terugrijden waren. Maar het leuke is ook, ze missen iedereen. Nou, kijk dan. Ze staan gewoon stil als een standbeeld. Ja, ze raken niet eens iemand. Oh nee. Ja, er komt er een aan, jongens. Oh. Wil je de groetjes doen aan Marjolein? Marjolein! Groetjes naar jou en veel plezier met Ronald. Ronald. Ik heb het DNF, jongens. Nee, serieus? Waar ben je? Oh, daar komt hij. Nee. Oh, jou echt speciaal jou tegen. Je kan hem nog halen. Daar is de finish, Liam. Had er nog eentje tegen. Jawel. Hij heeft hem. Let's go. Hij heeft niemand van onze DNF, jongens. Goed gedaan. Ja, dat was wel de laatste race van vandaag, want we zijn alweer 3 uurtjes live namelijk. Dus ik vind het ook weer mooi geweest. En we hebben wel de hele playlist afgemaakt. We hadden de moeilijke race, die verplaatsen we naar de volgende stream. Dus als we de volgende stream 750.000 omhoog halen,
Dan dat doen wij de moeilijke race. Dan gaan we gewoon... We schuiven het gewoon op die manier. En ik geef hem wel een like. Het was wel een leuke race. Dus Liam, thanks voor het meedoen, jongen. No problemas. En Mike, thanks voor het meedoen. Ja, geen probleem. Was gezellig. Sowieso, sowieso. En ik spreek jullie over 5 minuutjes. Jo, yes, goed. Tot zo. Tot zo. Oh, ik heb Liam afgekapt. Sorry, Liam. Dit was wel, jongens, de laatste race van deze stream. Dus we gaan ook weer de livestream afsluiten. Dus ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar de livestream. Ik wil jullie ook allemaal bedanken voor het chatten. Bedankt voor het meedoen. Bedankt voor het liken. Bedankt voor het abonneren. Bedankt voor het doneren. Bedankt voor het lid worden. Niet bedankt voor het beuken. Dat is namelijk iets minder. Maar het was weer supergezellig. Kop! Die had nog een 7,39 euro donatie achtergelaten. Dat is wel een heel specifiek getal. Maar hij zegt erbij... Jojan, hoe is het? Ik wil eigenlijk even een DNF'je geven. Het is je niet gelukt. Dat was de laatste race. Dit was je kans, bro. Groetjes uit Limburg. Verrekte koekert. Kijk, Jans is 2012. En wat ik had gehoord over jij... Dat jij in de toekomst serieuze video's wil gaan opnemen. Ik hoop het niet, bro. Wat bedoel je met serieuze video's? Want gamevideo's zijn niet echt serieus. Nu moet ik wel zeggen, op mijn andere YouTube-kanaal, als we een Let's Play spelen, we zijn nu bezig met Resident Evil 4, dan speel ik ze wel serieus uit. Dus check mijn tweede kanaal, Jurassic Place. Dat was even een pluk naar mezelf. Want daar spelen we wel serieus een spelletje van het begin tot eind uit. Maar dat is denk ik niet wat je bedoelt met serieuze video's, maar... Ik zal geen serieus video's gaan maken. Hey, dankjewel voor al je support al jarenlang, jongen. En dankjewel ook nog voor de extra 7,39 euro donatie. Rednas Hero die had ook nog een 1 euro donatie achtergelaten. En hij zegt, ik haat je Mike, mij tegenhouden. Je was wel voor hem geëindigd, toch nog? Of was je alsnog achter hem geëindigd? Je bent geëindigd. Je bent gefinished. Daar gaat het om. Dankjewel voor je 1 euro donatie, bro. Dankjewel voor je support. En Danny heeft als allerlaatste nog een 5 euro donatie achtergelaten. Je krijgt van mij nog een high five. En hij zegt erbij, voor jou Jan. Hey Danny, heel erg bedankt voor je support. Super, super awesome van je. En ik hoop dat je genoten hebt van de stream. En ik hoop je natuurlijk ook weer te gaan zien bij de volgende stream. Dankjewel Danny voor je support. Jongens, dat was de stream van vandaag. Dus ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. We zijn 3 uur en 7 minuten live geweest. We hebben echt veel races gedaan. We hebben ook echt een hele goede trollrace gespeeld. Dus dat was echt serieus wel awesome. En we hebben hem gehaald. Dus dat is natuurlijk ook belangrijk. Het heeft wel lang geduurd, maar hij was echt serieus goed. En de rest van de races waren ook goed. Dus daar gaat het om. Dus Christophe, bedankt voor het kijken. Hidde, bedankt voor het kijken. Rednas, bedankt voor het kijken en het doneren. Jildo, bedankt voor het kijken. Liam, bedankt voor het kijken. Yusuf, bedankt voor het kijken. Audioguy, bedankt voor het kijken. Marissa, bedankt voor het kijken van het begin tot eind. Winston, bedankt voor het kijken. Bomber, bedankt voor het kijken. Hiraski, groot fan, bedankt voor het kijken. Monique, bedankt voor het kijken. Joey, bedankt voor het kijken. Raymond, bedankt voor het kijken. Aaron, bedankt voor het kijken. René, bedankt voor het kijken. Liepje Wolf, bedankt voor het kijken. Ruben, bedankt voor het kijken. En Dicture, bedankt voor het kijken. Dennis, bedankt voor het kijken. Mike, bedankt voor het kijken. Marzanne, bedankt voor het kijken. Milan, bedankt voor het kijken. Tigo, bedankt voor het kijken. Franco, bedankt voor het kijken. En natuurlijk heel veel anderen, zoals Flashlight, Catspooky en nog heel, heel veel anderen. Ook bedankt allemaal voor het kijken. En ik zeg, een fijn weekend. Want dat moet je ook van genieten. En ja, doe lekker waar je zin in hebt. Waar je plezier uit haalt. Waar het gezellig is. Want daar gaat de weekend om namelijk. En als je moet werken, dan moet je ook gewoon plezier hebben. Daar gaat het namelijk ook om. Er was nog een donatie, maar die kwam even niet in beeld. Maar ik wil hem nog wel even oplezen. Want Youssef17 had nog een 2 euro supertext achtergelaten. Die zegt erbij, laatste donatie is je hier gegund. Lekker bezig weer. En Youssef, jij ook nog bedankt voor je supertanks. En natuurlijk ook bedankt voor het kijken. En Sharpbeer, Arnold, Klideka, Marvin, Youssef, Embo, Provetox, oftewel Perry. Elias, Yuri, het boeit niemand. Ruben, Jasper, Almighty, Bomber, Motion... Oftewel Wanne, Mitchell, Liam, Franco. Thanks allemaal voor het kijken, jongens. Fijn weekend. Geniet ervan. En hopelijk ook weer, zoals altijd, tot de volgende keer allemaal. Adios, amigos. En bye. Bye.